Dat ik dacht dat jullie iedereen hadden uit. Oh, ja. Ja, dat was het. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij dit grote China-debat georganiseerd door het Leiden Asia Center en Klingendaal. China is een groot thema geworden in de buitenlandse politiek van Nederland. Door de fenomenale opkomst van China, de rejuvenation of China, in Xi Jinping's woorden. Door de fenomenale economie die erachter zit, door de grote aspiraties van China 2025 om meest vooraanstaande industrieland te worden in de wereld, de digitaliseringsrevolutie te winnen. Het is een groot thema geworden in de buitenlandse politiek van Nederland door de reactie van de Verenigde Staten daarop. De handelspolitieke conflicten die zijn ontbrand en ja, Nederland die eigenlijk de kanarie in de kolenmijn is van zo'n titanenstrijd. Als trouwbondgenoot van de Verenigde Staten, open economie en aan de andere kant de tweede handelspartner van China na Duitsland in Europa. Nederland ook als meest geglobaliseerde land van Europa, eerste heel kwetsbaar voor een ontkoppeling van de economieën die we al zien plaatsvinden in de wereld. We hebben in het licht hiervan strategische oefeningen gezien in Nederland. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd om een China-strategie. Die is in mei verschenen, enigszins gedownplayed tot een China-notitie. De Europese Commissie is met een Strategic Outlook, EU-China, gekomen, waarin China niet alleen werd afgeschilderd als een partner en economische concurrent, maar ook als een systeemrivaal. En ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken in Nederland heeft een advies gegeven over hoe Nederland kan bewerkstelligen dat Europa met meer eenheid, meer strategisch, geostrategisch ontwaakt en China tegemoet treedt. Op zoek dus naar een modus vivendi met dat opkomende China, waarin het duidelijk is dat we will have one world with two systems vooralsnog. Twee manieren van leven die verschillen van elkaar. Open waar het kan, beschermen waar het moet, zegt die Nederlandse China-notitie dan. Engage where we can, push back where we must. Ook het Europese credo komt in die richting. Maar hoe vertalen we deze hoofdlijnen nou in concrete stappen? Wat betekent dat dan? En geeft het voldoende richting voor de dilemma's en de opdrachten waar we voor staan? Open waar het kan, beschermen waar het moet. Maar hoe geeft dat richting waar het gaat om de mensenrechten in China? Dat gaat immers om wat er gebeurt al daar. En ja, op welke manier geeft het richting als Amerika zijn beklag doet dat Nederlandse high-tech bedrijven te actief zijn in China, met als gevolg mogelijk kennisoverdracht, een steviger Chinese positie in de high-tech. Ook dat, uit die klacht komen we niet met dat credo open waar het kan, beschermen waar het moet. Dus dat strategische gesprek is pas net begonnen. Dus ik ben heel blij dat u op de maandagavond in zo'n grote getale hier bent gekomen om van dat strategisch gesprek ook een werkelijk publiek gesprek te maken. De helft van het programma zal aan dat debat zijn gewijd. We gaan dan onder de strenge, doch rechtvaardige leiding van Lili Sprangers, de directeur van het Leiden Asia Center, met elkaar in debat. En het eerste deel zullen we ons daartoe maximaal informeren met drie experts en drie volksvertegenwoordigers. Ik ben heel blij dat Arjan van Dijkhuizen, de senior economist van ABN AMRO, hier is gekomen bij ons. Ardy Brouwers, directeur van de China Circle, en Frans-Paul van der Putten van Instituut Klingendaal. En uit de Tweede Kamer in onze roadshow vanmiddag nog samen in de hoorzittingen die de Tweede Kamer heeft georganiseerd en ook live gestreamd, zijn hier Wieberen van Haga, Martijn van Helvoort en Bram van Ooyek. Hartelijk welkom. Zoals ik al zei, was het vandaag een dag van hoorzittingen in de Tweede Kamer. De Kamerleden hebben zich daar geïnformeerd. Een aantal van u zag ik hier alweer, is daar ook geweest om te getuigen. Dat alles in voorbereiding op het grote China-debat dat in de Tweede Kamer zal worden gevoerd op 30 september. Arjan, mag ik met jou beginnen?
om ons in te wijden in jouw appreciatie van de economische opkomst van China. Het treft me dat aan de ene kant economische waarnemers opgeven over van de fenomenale opkomst van China. Aan de andere kant zijn er economen die wijzen op kwetsbaarheden in de Chinese economie. Grote ongelijkheid, tekortschieten van de binnenlandse vraag, vergrijzing. Toch veel bedrijven die staatsgesteund zijn. De handelsoorlog natuurlijk, niet zonder consequenties. Ik ben heel benieuwd waar jij staat in het debat en wat de gevolgen zijn dan voor Nederland en ons bedrijfsleven. Arjan van Dijkhuizen. Ik hoop dat dit werkt. Ja, het gaat goed. Technologie staat voor niks. Ja. Hartelijk dank natuurlijk aan Klingendaal, aan het Leiden Asia Center en ook aan de Bali om te mogen spreken op dit boeiende debat. Een zeer actueel onderwerp. Ik werk als econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. Ik volg namen China en Azië. En mij is gevraagd om de economische invalshoek te belichten. Ik ga niet de vele problemen van China, schuldenbubbel en dergelijke bespreken. Er is mij gevraagd om specifiek ook even naar de escalatie van het conflict met de VS te kijken. Dus ik wilde u meenemen met drie onderwerpen. Toch eerst die ongelooflijke opmars van China om te duiden wat China betekent voor de wereld. Vervolgens in te gaan op de escalatie van het conflict tussen China en de VS. En tenslotte, wat betekent dit voor de wereldeconomie en ook voor het bedrijfsleven, ook in Nederland. De ongelooflijke opmars van China om mee te beginnen. Ik wilde dat met u doen aan de hand van een paar kengetallen. Ik ga er toch even bij staan. Ten eerste, wat we natuurlijk gezien hebben is, met name sinds de toetreding van China tot de WTO. In 2001 is China het maakcentrum van de wereld geworden. Heeft een gigantische economische transformatie en ontwikkeling doorgemaakt. Geholpen door actief industriebeleid, lage lonen en een grote thuismarkt. Met een sterke urbanisatie en productiviteitsgroei. Heeft een enorme groei kunnen bewerkstelligen. De laatste jaren, en die groei leunde heel erg op export en publieke investeringen. De laatste jaren werkt dat model niet meer. Probeert de overheid dat meer te buigen richting consumptie, diensten, hoogwaardige technologie. Ik wilde u een aantal kengetallen geven om die opmars te duiden. En af en toe stel ik u een vraag. Ik begin met 9,2%. Heeft iemand een idee wat dat cijfer inhoudt? Bijna goed, maar ik had dan iets anders in mijn hoofd. 9,2% is de gemiddelde economische groei van China sinds 2000, dus 2000 en 2018. Natuurlijk zien we de laatste jaren zien we een vertraging van deze groei. En zeker sinds de kredietcrisis. We verwachten voor dit jaar zo'n 6,2%, volgend jaar iets minder, 5,8%. Vertienvoudiging. Dat is er gebeurd met het BBP per hoofd in China. Dus in 2000, de gemiddelde Chinees verdiende $1000 per jaar. In 2018, $10.000 per jaar. Er zijn geen landen, zeker niet dit soort grote landen, die dat hebben kunnen evenaren. Mexico. Nu zie ik heel veel vraagtekens. Daar heb je eigen issues, daar kan je een aparte debatavond over houden. Maar China is natuurlijk aan het vertragen, maar omdat China steeds groter is geworden, blijft het enorm veel toevoegen aan de wereldeconomie. In 2018 groeide de Chinese economie met 1300 miljard. Dat is ongeveer gelijk aan Mexico. Zilver of goud. China is inmiddels natuurlijk door de enorme groei op weg om de grootste economie ter wereld te worden. In nominaal opzicht is het nu nummer 2. Met nog enige afstand op de Verenigde Staten. Maar als je dat gaat omrekenen in economen, de hamburgerindex, koopkrachtpariteit noemen we dat, dan is China al de grootste. 1,25 biljoen. Zegt iemand dat wat? 1,25 biljoen. Dat zijn een heleboel nullen. Sorry? Nou, dan kom je in de richting. Maar nee, dit is het bedrag wat volgens een Amerikaanse investmentbank, ik zal geen namen noemen als ABN AMRO, dat China van plan is of gaat uitgeven, gaat investeren in het Belt and Road Initiative tot 2027. En tenslotte 35%. Dat is bijna ook niet te raden hoor, dat neem ik jullie beslist niet kwalijk. Maar 25%, het is de groei van de online bestedingen in China. Het staat tegenover zo'n 20% in Nederland en 15% in de VS. En dit geeft aan hoe sterk China opkomt als technologiereus met
verschillende bedrijven als Alibaba, Tencent, Huawei als natuurlijk wereldreuzen. En Monica zei het al, het China Made in 2025 plan als ambitie. En dat is nu precies met name wat Washington nerveus heeft gemaakt. Dat is natuurlijk een perfect bruggetje naar mijn tweede onderwerp. Dat is de escalatie van dit handelsconflict tussen de VS en China. Wij hadden bij het Economisch Bureau al lang in de gaten dat met een verkiezing van Trump dat het Amerikaanse beleid een stuk protectionistischer en mercantilistischer zou worden. En dat China de belangrijkste focus van het beleid zou worden, was ook niet moeilijk te voorspellen. Wat al een stuk lastiger was, was de wijze waarop de VS dit zou uitrollen, dit beleid. En wat helemaal niet te voorspellen is, zijn de vele wendingen die we tot nu toe hebben gezien in het handelsconflict. We hebben nieuwe tarieven gehad, we hebben wapenstilstanden gehad, we hebben weer nieuwe tarieven gehad, we hebben uitstel van nieuwe tarieven gehad. Het is niet te voorspellen, maar de financiële markten reageren er enorm op. Wat natuurlijk duidelijk is, is dat die spanningen tussen de VS en China, ik noem het wel eens een veelkoppige draak. Het begon als een soort handelsconflict, het werd al snel een technologieconflict. Maar er spelen behalve economisch-financiële aspecten natuurlijk veel meer dimensies. Het is een geopolitiek schaakspel, het is militair, met een militaire dimensie. Onlangs noemde Trump nog Hongkong toen hij het had over hervatting van de bespreking met China. Dus het is echt een, wat dat betreft heeft het conflict vele gezichten. Uiteindelijk draait het natuurlijk om een soort strijd om de mondiale hegemonie. De strijd tussen een marktkapitalistische VS en een staatskapitalistisch China. Intussen is die escalatie gepaard gegaan met een enorme opeenstapeling van handelstarieven en invoertarieven. Zo'n beetje de hele Chinese invoer vanuit de Amerikaanse invoer vanuit China is al belast of gaat per 15 december belast worden. En de VS heeft ook allerlei restricties afgekondigd voor investeringen, Chinese investeringen in de VS en uitvoer van strategische producten naar China. En China reageert met evenveel, of nou niet evenveel, maar proportioneel ook opstapeling van tarieven. En ook met allerlei non-tarifaire restricties. En heeft ook een zwarte lijst opgesteld en heeft een wisselkoers laten depreciëren. En daarop heeft de VS China weer een wisselkoersmanipulator beschouwd. Intussen is die handel tussen die twee landen enorm aan het afkoelen. Het tweede kwartaal van 2019 was de onderlinge handel van China 10% minder dan een jaar eerder. En dit neemt toe, die afkoeling. Die cijfers die dit weekend zijn gepubliceerd wijzen daarop. Dus ontkoppeling tussen deze twee grootmachten vindt al plaats. En Trump heeft dan ook nog eens een keer opgeroepen aan Chinese bedrijven om zich terug te trekken uit China. En hoewel, maar de vraag is of er een wettelijke basis voor is en er veel weerstand is ook bij grote multinationals. Het feit dat hij dat alleen al roept, betekent dat Amerikaanse bedrijven zich drie keer zullen bedenken om nog zaken te doen of meer te gaan investeren in China. Dus die ontkoppeling is al gaande. Dat zien we ook aan bijvoorbeeld groeicijfers van Aziatische landen zoals Hongkong en Singapore. Die kelderen naar beneden. Terwijl je juist landen waar de aanbodketens naar heen verschuiven, zoals Maleisië en Vietnam, het relatief goed doen in Azië. Is dit nou echt effectief wat Trump aan het doen is? Dat kun je natuurlijk afvragen. De Chinezen lijken vrij volhardend, lijken zich niet erg veel aan te trekken van opeenstapeling van dreigingen. De laatste tijd lijkt hun houding ook wat verhard te zijn. In ieder geval kwamen ze gewoon nog met escalatie op de laatste tarieven van Trump, of met represailles. Een deal wordt steeds lastiger. China kan thuis zich niet permitteren om als zwak over te komen en buigend voor Amerikaanse eisen. Beijing lijkt ook wat economische groeivertraging te accepteren. Het lijkt het te kunnen uitzitten of te willen uitzitten. Ze kunnen dat een beetje mitigeren met wat wisselkoersdepreciatie en wat actieve gerichte stimulus. En ze weten dat er presidentsverkiezingen aankomen in de VS. Trump daarentegen drukt soms op de knop. Ik wil heel erg streng zijn voor China en soms drukt hij op de knop, laten we een deal maken. De vraag is wat hij natuurlijk gaat doen als de verkiezingen dichterbij komen. Er wordt regelmatig verwezen wordt de term koude oorlog erbij gehaald. En dat is onder andere nog weer door meneer Kudlow dit weekend gebruikt. Koude oorlog omdat het natuurlijk gaat om twee verschillende systemen. Verschillende manieren qua democratie, maar ook qua economisch model. Dit kan natuurlijk veel verder escaleren, die strijd, als dat echt een koude oorlog wordt. Je kan meer tarieven krijgen, meer restricties. Je kan ook allerlei sancties krijgen, financiële sancties. En je kan ook nog andersoortige risico's krijgen buiten het economische speelveld om. Parallel met koude oorlog, deels terecht, deels ook niet. Ik zie dat ik een beetje op de tijd moet letten. De handel
handel van de VS en de Sovjet-Unie kwam nooit boven de 2% uit. Dus Amerika had nooit meer dan 2% in zijn invoer en uitvoer met de Sovjet-Unie. En met China is dat opgelopen naar 15%. Wat dat betreft kan je het beter met Japan vergelijken. Dat ging zelfs naar 20%. En de opkomst van Japan in de jaren 80 maakt ook veel Amerikanen een beetje nerveus. Maar Japan is natuurlijk geen China. Er zitten heel grote verschillen qua model, maar ook qua omvang. Ten slotte, de impact op de wereldeconomie. De derde issue. Wat we nu al zien is dat de escalatie van het conflict een enorme impact heeft gehad op de wereldgroei. Het vertrouwen van ondernemers, investeringsbereidheid is flink afgenomen. Je kunt gerust van een Trump-slump spreken. Het is niet voor niks dat in de laatste G7-top wereldleiders Trump bijna smeekten om rustig aan te doen. Wij hebben dan ook onze ramingen verder verlaagd bij ABN AMRO. En we zijn al enige tijd, verwachten we minder groei dan de consensus, dus dat gemiddeld de economen denken, voor grote landen als VS, de eurozone en China. In Europa wordt Duitsland heel erg sterk geraakt vanwege zijn stevige banden met China, de kapitaalintensieve export, veel auto's. Nederland doet het eigenlijk relatief vrij goed momenteel, maar ja, als Duitsland geraakt wordt, wij zullen daar ook last van krijgen. Dus we zijn ook wat voorzichtiger geworden met onze voorspellingen. Is het nou een en al ellende? Nou, ik wil toch een beetje positief eindigen. Het is niet een en al ellende. Het biedt natuurlijk ook kansen, die nieuwe wereld, die ontkoppeling tussen deze twee grootmachten. Er is weliswaar een grote macro-schok geweest, maar op meso- en microniveau ontstaan natuurlijk ook kansen voor slim opererende ondernemingen. Je ziet nu al een beetje, China blijft doorgaan met het verlagen van zijn algehele invoertarieven. Ik zie u denken, hoe kan dat? Maar de Amerikanen profiteren daar momenteel niet van. Maar gemiddeld gaat het invoertarief in China naar beneden en liberaliseert men allerlei regimes, onder andere de financiële sector. En als je dus op dit moment niet Amerikaans bent, kun je daar dus van profiteren. Er zijn ook bedrijven die dat roepen. En we zien ook, de export van Nederland is vorig jaar met zo'n 5% gekrompen naar China, maar is in de eerste 5 maanden van het jaar met zo'n 15% gestegen. Dus er is ook al hoop. Ik wilde afsluiten. De opkomst van China is overweldigend. Dus het heeft Washington erg nerveus gemaakt. We zien een ontkoppeling. We zien aanbodketens verschuiven. Het is een megaschok voor de wereldeconomie. Daar moeten we niet lichtzinnig over doen. Maar tegelijkertijd biedt het ook kansen voor slim opererende ondernemers. Dank u wel. Dankjewel, Arjan. Ja, Kim kan ook blijven zitten. Misschien wordt het dan langzamerhand gezelliger op het podium. Mij is gezegd dat ik moet zeggen, in verband met de AVG en Europese privacywetgeving, dat dit live gestreamd gaat worden. Dus wees u bewust, als straks de microfoon in uw richting komt, dat miljoenen Nederlanders zullen meekijken. De nieuwe ambassadeur van China te Nederland, Xu Hong, is aangetreden. Het zal u niet zijn ontgaan. Hè. Grote advertentie in NRC Handelsblad. Daarna de Nederlandse mores meer eigen gemaakt met een op-ed in een andere krant. Ook ik heb hem ontmoet op het instituut Klingendaal en hij begon het gesprek Let's be frank. We hebben verschillende manieren van leven en dat willen wij zo houden. Twee systemen in één wereld. Ardy Bouwers, directeur van China Circle, heeft de afgelopen 30 jaar als sinoloog die twee samenlevingsmodellen eigenlijk van binnenuit gezien. Van de Chinese kant naar Nederland en het Westen gekeken, vanuit de Nederlandse kant naar China. Vanmiddag in de hoorzittingen zei de medewerker van Amnesty International dat de China-notitie van Nederland te relativerend is over ieders eigen waarde. En mensenrechten horen universele waarden te zijn. Dit lijkt me een belangrijk onderwerp voor het gesprek. En niemand is beter om dat in te leiden. Ardy Bouwers. Goedenavond allemaal. Ik wil graag kijken met jullie naar hoe wij naar China kijken, maar ook hoe China naar zichzelf kijkt en naar de rest van de wereld kijkt. En we komen daarbij op waarden, al dan niet gedeelde waarden of waarden die uit elkaar lopen. Als ik het debat over China in Nederland aanschouw, dan zijn er eigenlijk
twee verschillende groepen en twee verschillende manieren van naar China kijken. De ene manier is Amazing China. China is geweldig, alles aan China is goed, het is fantastisch, grote groeicijfers, prachtige natuur, leuke mensen. De andere kant is dystopisch China. Een China waarin iedereen en alles gecontroleerd wordt. Waarin er geen individuen zijn, waarin de staat alles bepaalt. En het lijkt alsof die twee China's niks met elkaar te maken hebben. Daarom is het interessant om te kijken, niet alleen vanuit Nederland naar dat dystopische China, dat dystopische beeld, maar ook te kijken naar wat vinden Chinezen daar nou eigenlijk van. En een van de dingen die me eigenlijk vanaf het begin, vanaf eigenlijk begin 80er jaren kwam ik voor de eerste keer in China, wat me het meest opviel toen al, was dat Chinese misdadigers of mensen die iets verkeerd hadden gedaan, noemden ze rotte appels in de mand. Een rotte appel, en die rotte appel moet je eruit halen. Want die infecteert de rest. En als wij kijken nu naar dystopisch China met beeldherkenning en iedereen is overal te traceren, dan zullen heel veel Chinezen zeggen, dat is fijn, dat geeft mij een veilig gevoel. Een crimineel is die rotte appel, moet weg. Wij willen veiligheid en wij willen ook, wij denken dat dit systeem meer vertrouwen biedt. Wij zien vooral een sociaal kredietsysteem. Een schulden-app die kan laten zien dat er iemand in de buurt schulden heeft. 1984 als beeld voor alles wat angstaanjagend is. Maar er zijn dus twee manieren om daarnaar te kijken. Als je kijkt naar de wereldkaart, dan zie je ook dat China op een andere manier naar de wereld kijkt dan wij. Wij hebben bij een wereldkaart Europa 4 in het midden. Azië een beetje naar het oosten en dan een oceaan en de VS naar het westen. Chinese wereldkaarten hebben natuurlijk gewoon China in het midden. Dat alleen al is een verschil. Kijkend naar China en de toenemende assertiviteit van China op dit moment, is het belangrijk om iets van historische kennis en iets van historisch perspectief te hebben. Ik gaf laatst een presentatie aan een groep Europese studiestudenten en die schrokken zich te pletter toen ik ze liet zien hoe belangrijk de Chinese economie in de wereld en de wereldgeschiedenis is geweest. Er zijn mooie staatjes waarin je ziet dat rond het jaar nul de Chinese en de Indiase economie samen 70% van het geaccumuleerde wereld GDP behelzen. Europa was een soort zijtoneel. Als je dan kijkt naar rond 1800... heeft de Chinese economie staat voor is de grootste economie van de wereld, staat voor 33%, zoiets. Amerika komt dan natuurlijk net om de hoek kijken. Dat zijn cijfers waar Chinezen graag op wijzen en dat zijn ook cijfers die ze zelf leren op school. China is niet de new kid on the block. China neemt nu haar rechtmatige plaats op het wereldpodium in. En er zijn grootse plannen. Er is een visie voor China in 2049, 100 jaar na de vestiging van de Volksrepubliek. Dan moet China een volledig ontwikkelde natie zijn. Er is een eeuw van vernedering geweest tussen 1850 en 1949, waarin China in stukken als een taart in stukken werd opgesneden en alle stukken werden toegeworpen aan allerlei koloniale machten en Japan. Nu is het tijd voor de grote wederopstanding. Dat werd in de introductie al even genoemd. En die grote wederopstanding, het gevolg daarvan is dat China de dominante macht in de wereld wordt. Made in China 2025 is een programma waarbij China zichzelf in 2025, dus over een paar jaar, als doel heeft gesteld om wereldleider te worden op het gebied van high-tech productie. En ze zijn heel hard op weg om dat te worden. De nieuwe zijderoute of Belt and Road Initiative, wat al eerder genoemd is, is een enorm groot programma om China's voetafdruk in de wereld groter te laten worden. En gaat over het verbinden van de Chinese economie met name de Europese economieën. En vlak niet de militaire modernisering uit. Militaire modernisering moet ook helpen bij China in 2049 en die toppositie die het ambieert. Waarbij het idee is dat China
niet ondergeschikt zal zijn aan wie dan ook. En een van de redenen om groots in kunstmatige intelligentie te investeren, heeft ook met militaire capaciteit te maken. Als we dan komen, en dat werd eerder in de Tweede Kamer hoorzitting even af en toe eens genoemd, bij waarden, universele waarden, werd door Monica net ook al even gezegd, zijn er universele waarden? Nou, nee, zegt dat nieuwe assertieve China tegenwoordig. In China's perspectief, en ik vind het belangrijk om daar oog voor te hebben, is de huidige wereldorde is een westerse wereldorde. Is een systeem van overwinnaars. Na de Tweede Wereldoorlog, Amerikanen waren overwinnaars. In Europa, Amerikanen en Europeanen hebben samen de spelregels in de wereld vastgesteld. En Chinezen zeggen nu, wij hebben toen wel die universele verklaring getekend. En ja, er was een verdrag van burgerlijk politieke rechten en een verdrag van economisch, sociale en culturele rechten hebben we ook getekend. Maar eigenlijk vinden wij nu, als we kijken, we waren toen een hele kleine speler, hadden niet echt een zetel aan tafel. En wij vinden dat we nu dat debat opnieuw aan moeten gaan. Wij vinden dat wij een aantal andere waarden hebben die niet in dat systeem goed vertegenwoordigd zijn. En een van de elementen daarbij is een nadruk op verantwoordelijkheden in plaats van rechten. En ik denk dat het huidige tijdgevricht een interessante ontwikkeling laat zien. Een van de dingen die je ziet aan de millenniumdoelstellingen, die halen we met z'n allen in de wereld, omdat China behoorlijk wat van die doelstellingen haalt. Daar zitten heel veel beter leven, dak boven het hoofd, schoon water, toegang tot onderwijs, enzovoort, enzovoort zit daarin. En daar zijn ze hard mee aan de slag. Nadruk op het formuleren van verantwoordelijkheden in plaats van alleen maar te kijken naar rechten. En ik denk dat wij, en tot mijn stomme verbazing is het woord bijna niet genoemd tijdens de hoorzittingen vanmiddag. De klimaatcrisis noopt ons ook, ons allemaal hier, om meer te kijken naar verantwoordelijkheden. Naar verantwoordelijkheden om goed om te gaan met onze planeet. Dus ik denk dat langzaamaan we misschien wat afscheid moeten nemen van allerlei 20e eeuwse ideeën en onszelf ook moeten gaan omscholen en omvormen in het denken aan een wereld in de 21e eeuw. En misschien, we zien een dystopisch China, we zien soms een amazing China, kan je daarbij het gesprek over waarden met de Chinezen wel degelijk aangaan. Ik denk dat wij veel beter moeten nadenken wat onze politieke waarden zijn. Waar staan wij voor? Waar willen we eigenlijk voor vechten? Wat zijn onze rode lijnen? Kijkend naar politieke waarden ik heb het aan allerlei mensen gevraagd, die komen met vrijheid, gelijkheid en broederschap. Franse revolutie, dat weten we allemaal nog wel. Democratie, een van de waarden. Begint een klein beetje moeilijker te verdedigen te zijn. Na merk ik ook, ik geef les aan Chinese universiteiten in journalistiek. En ik krijg altijd om oren, hoe zit het met jullie democratie? Want verkiezingen in Amerika, Brexit. Ik moet zeggen dat mijn Hollandse gevoel voor rechtvaardigheid Brexit en het 52% van een bevolking die zijn wil oplegt aan 48% is niet helemaal in overeenstemming met mijn Hollandse gevoel voor democratie en voor oog hebben voor een minderheid. Discussies over democratie beginnen een beetje ingewikkelder te worden. Nou, andere waarden zijn geweldloosheid. Gandhi heeft daar natuurlijk van alles mee gedaan, een aantal andere leiders ook. Het Haagse motto, peace and justice, vrede en rechtvaardigheid. Prachtige politieke waarden. Zijn dat onze kernwaarden? Wat zijn precies onze kernwaarden? En mensenrechten en de rechtsstaat. Allemaal waarden die ik van allerlei verschillende mensen heb gehoord. Maar als ik het aan Chinezen vraag, dan zeggen ze, democratie, ja. Nou, wij hebben niet helemaal het idee dat dat nou helemaal alle dingen oplost. Wat vinden jullie eigenlijk van meritocratie? Een systeem waarin de beste en slimste mensen ons besturen. Wij kiezen ze uit of we wijzen ze aan of er is een systeem, maakt niet uit. Maar dat, dus misschien is er wel een alternatief voor die democratie van jullie. Want daar zitten wat gebreken aan. Zoiets als harmonie, het harmoniemodel.
Is dat iets wat in onze waarden zit? Nou, nee, het zit niet in de westerse waarden. Wel, Chinezen noemen het heel vaak. Is dat iets waar we mogelijk ook over na zouden willen denken? Hiërarchische verhoudingen waar op een andere manier over nagedacht wordt. Dus ik zou deze avond graag willen discussiëren over wat zijn onze waarden? Waar willen wij eigenlijk voor vechten? Om veel beter voorbereid te zijn op een constructieve discussie over verschillende systemen. Als laatste spreker wilde ik van het expertblok wilde ik uitnodigen Frans Paul van der Putten, de coördinator van het Klingendaal China Center, dat recentelijk is opgericht en al lang de China-kenner bij uitstek van het Klingendaal Instituut. Frans Paul heeft die bijzondere kwaliteit van aan de ene kant zich inwerken in domeinen, heel precies de investeringen van China in Nederland en Europa bestuderen en dan een stap terug doen. Waar zien we projecties over 25 jaar uitkomen en wat betekent dat eigenlijk terugredenerend dan voor wat we nu aan het doen zijn? Zijn we op de goede weg? De laatste maanden heeft hij op die manier de Chinese investeringen in de Europese havens nader bekeken, ook in onze eigen Rotterdamse haven. En ik ben benieuwd, Frans Paul, wat jouw inbreng voor het debat op basis daarvan zal zijn. Dankjewel voor deze gelegenheid. Ik leg nog snel even mijn telefoon mijn horloge neer, zodat ik de tijd in de gaten kan houden. Mijn idee om deze gelegenheid te gebruiken om een bijdrage te leveren aan het inleidende deel van deze debatavond is om nader te gaan kijken naar de positionering van Nederland ten opzichte van China, dus het Nederlandse China-beleid. Het buitenlands beleid van Nederland ten opzichte van China, maar dan misschien ook wat in bredere zin. En om deze gelegenheid te gebruiken, want we zitten hier in een qua tijd is een bijzonder moment, want in mei is er een China-notitie verschenen van het kabinet. En eind deze maand zal er weer een groot debat plaatsvinden, een China-debat in de Tweede Kamer. Dus we zitten nu in de tussenliggende periode en wie weet is datgene wat hier vandaag gezegd wordt wel van invloed op de Kamerleden die vervolgens daarmee aan de slag gaan in de Tweede Kamer, in dat grote debat. Als ik dan begin met die China-notitie van afgelopen mei, die boordevol belangrijke zaken staat en interessante analyse, daar zit iets in. En dat gaat over, dat is een fragment of een stukje, dat gaat over de constatering dat Nederland en China allebei een verschillend model hebben. Er wordt verder niet concreet heel veel op ingegaan, maar dat is een belangrijke constatering, denk ik, die aansluit ook wel bij datgene wat een aantal dingen die we zojuist ook hebben gehoord en bij gedachten die steeds meer leeft van, ja, kan dat eigenlijk wel? Past dat wel in één wereld? Zeg maar, we delen allemaal samen één wereld. Is daar plaats voor ons model en China's model? Dat roept natuurlijk allerlei debat op. Je kunt al beginnen met de vraag van, klopt dat wel dat het twee verschillende modellen zijn? Maar ik wil vooral kijken naar hoe daarmee om wordt gegaan in de positionering van landen in hun buitenlandse beleid. Ten eerste beginnende met China zelf. China heeft zelf in de jaren 80 al het concept ontwikkeld van één land, twee systemen. Dat is ook iets waar nu vaak naar verwezen wordt. Aanvankelijk was dat door China ontwikkeld om van toepassing te zijn op de relatie tussen China en Taiwan. Maar het is ook toegepast, en daar is het tot nu toe ook feitelijk toegepast, op Hongkong met name, daarnaast ook op Macau. Nog niet op Taiwan, want Taiwan en China zijn natuurlijk nog steeds niet in één land concreet samengebracht. En we zien nu in de relatie tussen China en Hongkong dat dat toch heel moeilijk gaat. Dat is al van de spanningen die nemen al een paar jaar nogal toe, en zeker deze zomer was dat duidelijk zichtbaar. En wat is daar nou een groot probleem? Dus waarom is dat zo'n moeilijke formule? Eén land, twee systemen in het geval van Hongkong. Ik denk met name vanwege twee zaken. De ene is dat de kwetsbaarheden van Hongkong en de kwetsbaarheden van China, want ze hebben allebei hun eigen kwetsbaarheden, die zijn complementair aan elkaar. Dus dat betekent dat China gevoelig is voor wat er in Hongkong gebeurt en Hongkong uiteraard is gevoelig voor wat er in China gebeurt. En het is blijkbaar steeds moeilijker om daar een koers in te varen voor de
voor de politici aan beide zijden. Het andere is natuurlijk het grote machtsverschil. Het klinkt heel mooi, één land, twee systemen, maar het is natuurlijk een gigantisch China en een klein Hongkong. Dat machtsverschil, dat moet ook worden meegenomen. Als je dan gaat naar de term die soms de laatste tijd ook wel gebruikt wordt, dat is één wereld, twee systemen. Kunnen wij dus met verschillende systemen in het Westen en in China in één wereldsysteem, past dat bij elkaar? De formule, zeg maar, wat China daarop inbrengt, het idee van China, is het is in feite één wereld met diverse systemen. Dus het standpunt van China is, de politieke systemen van landen die kunnen heel verschillend zijn. En dat is geen probleem, dat past allemaal best in één wereld. Economisch en cultureel kunnen wij allemaal samenleven, zolang we elkaars politieke verschillende systemen maar respecteren. Dus dat is het officiële Chinese standpunt, wat met moeite en steeds grotere moeite wordt ontvangen aan westerse zijde. Aan de ene kant heb je de Verenigde Staten, die lange tijd heeft gedacht, er is maar één systeem en daar is sprake van convergentie. Dus langzaam maar zeker zal ook China in dat internationale systeem convergeren met ons eigen westerse liberale economisch en politieke model. En nu blijkt, nu wordt hardop gezegd sinds een paar jaar in de Verenigde Staten, dat dat toch niet gaat gebeuren en dat het ijdele hoop is om daar maar op te zitten wachten. Wordt er nu voor een andere koers gekozen, een radicaal andere koers. En dat is in feite de ware versie van één wereld, twee systemen. Namelijk dat de Amerikaanse regering in toenemende mate erop aanstuurt om twee aparte economische blokken te creëren in de wereld. Eentje waarin de Verenigde Staten en het Westen dominant zijn, maar dat is losgekoppeld in steeds grotere mate van een andere kant waarin China zijn eigen gang kan gaan en waarin de Amerikanen, naar ik aanneem, hopen dat China het zo moeilijk gaat krijgen dat het op termijn toch, net zoals de Sovjet-Unie eerder, besluit om de hele zaak te gaan hervormen en toch maar aansluiting te zoeken bij het Westen. En dan heb je nog de Europese Unie, die daar niet duidelijk standpunt in heeft genomen en niet meegaat met de Amerikaanse nogal radicale koers die op dit moment gevaren wordt, maar die onlangs toch wel heeft gezegd, een paar maanden geleden, dat het China beschouwt als een systeemrivaal. En dat roept natuurlijk belangrijke vragen op. Dat lijkt, als je die term gebruikt, lijkt dat er toch op dat je min of meer het Amerikaanse standpunt deelt. Systeemrivaal, dat zou kunnen betekenen dat er maar plaats is voor één systeem in deze wereld en dat wij met China moeten concurreren, het Westen tegen China, over wie uiteindelijk de winnaar gaat worden en wie dan het systeem mag gaan bepalen van de wereld. Aan de andere kant is de Europese Unie nog niet verder gegaan dan alleen maar die term te introduceren. Dus wij moeten nog maar zien wat daarmee bedoeld wordt en of het werkelijk zo radicaal is als dat het voor mij tenminste lijkt te zijn. Voor het China-beleid van Nederland denk ik dat er op dit moment twee grote vragen zijn, echt de twee kernvragen. De ene is, hoe ga je om met een China dat steeds invloedrijker wordt en steeds dominanter wordt? Wij merken dat we China niet kunnen vermijden. We hebben steeds meer met China te maken op steeds meer verschillende deelgebieden. En de invloed van China is op allerlei van die deelgebieden aan het toenemen. En dan krijg je dus de vraag van, ze hebben een ander systeem, tenminste op een aantal belangrijke punten zijn er grote verschillen. Hoe ga je daarmee om? En dan staat er in het China-notitie dat de basis uitgangspunt van een Nederlandse regering is open waar het kan en beschermen waar het moet. Dus dat is natuurlijk een mooi leidraad, maar daarmee ben je er nog niet. Want dat roept dan vervolgens weer de vraag op, hoe weet je dan waar je moet beschermen en wanneer je moet beschermen en hoe ver je kunt gaan met die openheid? Dat weten we natuurlijk nog niet. Dat kunnen we ook niet zomaar weten. Dat is ook een ingewikkelde vraag. Denk bijvoorbeeld aan de toekomst van de toekomstige relatie tussen Nederland en de nieuwe zijderoute. Dus het Belt and Road initiatief, waar zoveel geld aan besteed wordt aan Chinese zijde. Wij zien dat je kunt wel zien aankomen, volgens mij, dat het dilemma voor Nederland gaat zijn van,
kiezen wij voor aansluiting daarin? Kunnen wij daar een rol in spelen en daarmee onze positie in de wereldhandel, in de wereldeconomie veiligstellen? Kunnen we ervoor zorgen dat Rotterdam en Schiphol nog steeds belangrijke knooppunten blijven in internationale goederen- en personenverkeer? Maar wat betekent dat voor onze onafhankelijkheid ten opzichte van China? Dus hoe meer je daarin meegaat in dat Belt and Road initiatief, hoe meer economische voordelen dat kan hebben, maar hoe meer van je zelfstandigheid je misschien zal moeten opgeven. Idealiter geef je geen zelfstandigheid op en heb je maximaal economische voordeel, maar in praktijk moet die afweging gemaakt worden. En hoe weten wij nou wat de juiste afweging is? Dus ik denk dat is de eerste kernvraag. En de tweede kernvraag, waar we echt ook acuut mee te maken hebben, die gaat niet eens over China zelf, maar die gaat vooral over de vraag, hoe gaan wij om met de Verenigde Staten als die eisen aan ons gaat stellen die met China te maken hebben? Want vooral op dat front gaat het nu heel snel. En daar wordt het toch wel dringend om ook antwoorden te hebben. Denk aan de ene kant aan het verzoek van Amerika, als dat nog steeds verder gaat, van die economische ontkoppeling, die ontvlechting tussen de westerse economie en de Chinese economie. Hoe ga je daarmee om als Nederland? En het andere ook heel concreet, dat is de meer militaire kant. Stel dat de Verenigde Staten een beroep doet op Nederland om oorlogsschepen naar de Zuid-Chinese Zee te sturen en daarbij te dragen aan de openheid en van de vrije doorvaart op zee, waarbij Nederland misschien ongewild betrokken raakt bij geopolitieke complicaties en misschien nog wel erger dan dat tussen Amerika en China. Hoe ga je daarmee om? Dus ik denk dat zijn twee kernvragen. Mijn voorstel is dan ook dat, want we hebben nu die China-notitie, dat is een heel goede stap. Hoe kunnen we daarmee verder gaan? Nou, ik denk dat de taskforce die is benoemd, of die genoemd wordt in de China-notitie, dus dat er binnen de overheid, binnen de Rijksoverheid, een China-taskforce wordt opgezet die ervoor zorgt dat alles bij elkaar komt, dat er een lange termijn visie ontwikkeld kan worden op China, dat die taskforce daarmee aan de slag gaat met deze twee vragen en eraan gaat werken om daar antwoorden op te creëren. En dat dan natuurlijk parallel, want dat is wat de overheid kan doen, parallel aan meer maatschappelijk debat en meer politiek debat ook over deze vragen. Want het kunnen niet alleen maar beleidsmakers zijn die de antwoorden kunnen geven. En dank voor de verbinding naar het tweede deel van dit inleidende blok. We gaan het tempo wat opvoeren in de aanloop naar het publieke gesprek met onze drie politici. Bram, zou ik jou als eerste mogen vragen? GroenLinks was denk ik met een koplengte de eerste die met een eigen positie kwam over China. Kom zitten, Bram. En het trof me dat het niet zo is dat GroenLinks nou per definitie de vriend van China is, zoals je ook ziet in Amerika, dat de Democraten er even hawkish in zit hè, als de Republikeinen. Dat zou mooi zijn als jij aangeeft hè, op basis van die GroenLinkse notitie, wat is de belangrijkste zorg die niet is weggenomen als we de Nederlandse China-notitie zien? Maar het gaat om de China. Ja, het was natuurlijk geen wedstrijd wie er het eerste was met een China-notitie. Maar het is wel zo, dat moest ik aan denken terwijl ik naar de drie inleiders luisterde, dat er in betrekkelijk korte tijd eigenlijk in dat China-debat heel veel veranderd is. Hè? Want ik kan me nog echt van heel kort geleden herinneren, bijvoorbeeld nog geen jaar geleden, dat de Chinese premier Li Keqiang op bezoek kwam in Den Haag en dat de rapportage over dat bezoek alleen maar ging over hoeveel contracten we hadden getekend. Dat weet ik echt nog heel goed. Ik bedoel, zoek het persbericht van de Buitenlandse Zaken of wat het dan ook maar was maar bij. Dus het hele debat dat we nu voeren over, er zitten toch wel allerlei veel meer fundamentele vragen liggen ten grondslag aan die relatie met China. Dat is eigenlijk misschien vreemd genoeg. In ieder geval waar het de politiek betreft of waar het de Haagse werkelijkheid betreft nog relatief nieuw. Daarom is het hartstikke goed dat die China
notitie er is gekomen. Maar je zei wel terecht, geloof ik, Monica, dat het misschien, of dat zei je niet, maar dat zeg ik dan, dat het misschien nog beter was geweest als er wel een China-strategie was geweest. Want wat is namelijk het verschil tussen een notitie en een strategie? Ik heb dat wel eerder ook in andere debatten gezegd. In een strategie worden keuzes gemaakt. En niet alleen makkelijke keuzes. Want makkelijke keuzes maken kunnen we allemaal. Hè? Als je moet kiezen tussen iets wat goed is en iets wat slecht is, nou, dan is het eerlijk gezegd niet zo moeilijk in de politiek. Maar soms moet je kiezen uit twee kwaden bijvoorbeeld. Dan moet je je nek uitsteken voor mensenrechten, terwijl je het risico loopt dat die Chinezen dan boos op ons worden en zeggen van, ja zeg, wat, ik kwam hier om een handelsgesprek te voeren of over investeringen te praten, dan begin je over mensenrechten. Er zijn heel veel ongemakkelijke keuzes die in die relatie tussen Nederland of de EU en China op tafel liggen. Als je zegt van, ik wil niet dat Chinese bedrijven mee mogen doen aan een veiling van het 5G-netwerk, een veiling die binnenkort moet gaan plaatsvinden, dan zou dat kunnen dat we allemaal een jaartje langer moeten wachten voordat we 5G hebben. Ik weet niet eens het verschil tussen 4G en 5G, dus ik weet niet of dat erg is. Maar er zijn mensen die zeggen, dat is heel erg, want dan gaan we niet mee in de vaart der volkeren. En goed, dus dat duurt dan even voordat we Europese bedrijven als Ericsson en Nokia en zo op hetzelfde niveau hebben als Huawei, moet ik dan geloof ik zeggen. Nou, als je bijvoorbeeld zegt, als ik nog een voorbeeld mag geven, ik weet dat ik heel kort moet zijn, maar ik wil toch een paar concrete voorbeelden geven waar wij voor staan binnenkort, mijn collega's en ik. Als je bijvoorbeeld zegt van, wij willen de vrije markt niet, die willen we in zijn waarde laten, die willen we niet aantasten. En daarom zijn we bijvoorbeeld in alle gevallen tegen fusies. Dan moet je accepteren dat bijvoorbeeld twee grote treinbedrijven zoals Siemens en Alstom niet samen kunnen gaan om de concurrentie met China aan te gaan. Omdat jij vindt dat de vrije markt en de prijs bijvoorbeeld in die vrije markt belangrijker is. Dus soms moet je kiezen uit moeilijke dingen. Als je wilt dat Albanië en Montenegro en Noord-Macedonië niet onder invloed komen van China meer dan ze nu al zijn, dan moet je ze misschien toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie laten beginnen. Ook al vind je het heel eng om die landen erbij te halen, want er zijn Albanese bendes actief in Nederland, et cetera, et cetera. Dus je moet in moeilijke situaties, uit niet per se aantrekkelijke opties, keuzes maken. Dat doet de China-notitie niet. Dat is heel teleurstellend. En daarom kijk ik uit naar het debat op 30 september, zei je, hè, waarin ik samen met mijn collega's, het kabinet, dat hoop ik tenminste, zij zijn van coalitie natuurlijk, dus ik heb iets makkelijker praten dan zij. Waar ik samen met mijn collega's het kabinet ga proberen tot die keuzes wel te verleiden, want dan weten we waar het politieke debat over gaat. In de lente in China was, in Beijing, was ik op het MOFCOM en daar kreeg ik een telefoon onder mijn neus en de vraag, hebt u de VVD-China-strategie al gezien? Vertaald in Google Translate in het Chinees. En aangezien het de partij van de premier was, was het idee van, nou, dan is het daarmee duidelijk wat de positie van Nederland wordt. Wiebe van Haga, welkom. Dualist. De VVD heeft een relatief lijvige China-strategie geschreven. En ik ben nu benieuwd of in de aanloop naar het debat de VVD nog een punt ziet waar de China-notitie verschilt van die VVD-positie. Of heeft het kabinet gewoon goed gelezen en geluisterd? Ja, daar hebben we het natuurlijk net over gehad. Maar we zijn natuurlijk net verslagen door GroenLinks toen we de China-strategie van de VVD presenteerden. Dat nog een keer. Ja, dat heb je heel goed gedaan. Het verbaasde mij eigenlijk dat we het grotendeels eens waren. En het verbaasde me daarna ook dat het kabinet vrijwel de VVD-China-strategie en daarmee grote delen van de GroenLinks-strategie gewoon overnam. Dus dat was een goed punt. Jammer dat ze daarna een notitie gingen noemen. Maar goed, we hebben geprobeerd een steviger plaatje neer te zetten rond China. Ingegeven door de 17+1 en de Belt and Road. En het is natuurlijk een heel rijk geschakeerd palet dat werd geschet. Je kan het over mensenrechten hebben, over militair ingrijpen, geopolitiek. Ik wil het een beetje over handel hebben. De
VVD is natuurlijk de partij voor vrijhandel. Wij zijn daar erg van gecharmeerd. En we zien... je hebt natuurlijk een hele grote online invloed, maar we zien door China een enorme verandering op het gebied van wat onze MKB'ers voor hun oren krijgen. En in dat kader denk ik dat het goed is om... Ja, ik geloof dat je nooit artikelen moet meenemen, maar ik wil het toch maar doen. Ik heb hier twee kabels. Die werden mij aangereikt door de VEDET, de Federatie van Elektrotechnische Vereniging, Elektrotechnische Bedrijven. Ik heb elektrotechniek in Delft gestudeerd. Ik heb geen idee welke kabel de goede is. Nou, ze hebben het me verteld, dus ik weet het wel. Maar deze kabel die kost ongeveer 10 keer zoveel als deze kabel. Een installateur weet het verschil niet. Je kan hem gewoon via Alibaba kopen. En dat leidt tot enorme... Zit er een microfoontje in en daar niet? Nee, er zit geen microfoontje. Nee, dit is betrekkelijk... Nou, ik weet het trouwens niet, maar... Maar het is een prima kabel. Alleen, als je nagaat wat hiermee aan de hand is... Alibaba betaalt geen belasting in Nederland. Nou, oké, daar kunnen we nog overheen komen. Hij is niet gekeurd. Er staat wel een KEMA-keurstempel op. Bizar. Het plastic, ja, geen idee of het gekeurd is... maar eerst mij verteld dat het brandgevaarlijk is. Die dingen vliegen in de fik. Maar een bouwinspecteur is niet in staat om deze kabel van echt te onderscheiden. Dus die komt in onze huizen terecht. De douane... Ja, er komt een container binnen tegenwoordig. Vroeger met 20.000 artikelen in één container. Dan namen ze één sample en dan konden ze dat controleren. Nu komt er één container binnen met 20.000 verschillende artikelen. Je kan het de douane niet kwalijk nemen dat ze geen raad meer weten met dit soort dingen. Vervolgens wordt het bijna zonder verzendkosten verstuurd. Omdat het postverdrag nog een archaïsch postverdrag is. Waarbij landen die zichzelf ontwikkelingsland noemen... Voor vrijwel gratis een dingen kunnen versturen. Dus 1 kilo die wij opsturen naar China kost geloof ik $24. Maar 1 kilo vanuit China hier naartoe, $1. Ja, daar moet iets aan gedaan worden. En ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar gelukkig heeft Trump wel een beetje de kat op het spek gebonden. En dat is misschien een vraag naar een van de inleiders. Er werd net gezegd de Trump-slump. Maar heeft Trump niet een klein beetje gelijk... En moeten wij een klein beetje gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat ons MKB niet volledig verdwijnt? Goed, in de China-strategie van de VVD hebben we natuurlijk allerlei voorstellen gedaan. Misschien dat we daar straks nog even op terug kunnen komen. Uiteindelijk, en dat vond ik ook wel leuk bij een van de andere inleiders, dat het voornamelijk ging over die twee systemen en die universele waarden. En uiteindelijk gaat het wat ons betreft over vertrouwen. En ik zat laatst met mijn collega Arne Weverling tegenover mensen van Huawei. En zijn eerste vraag was, can we trust you? En toen begon ze heel hard te lachen. Ja, natuurlijk kunnen jullie ons vertrouwen. En dat is denk ik bij het probleem. Wij vertrouwen ze niet, zij vertrouwen ons niet. En uiteindelijk maken we allemaal hele mooie producten. Het probleem is alleen, we doen het niet volgens dezelfde regels. En ik denk dat het tijd is dat we samen... met de VS gaan optrekken om ervoor te zorgen dat we binnen de Wereldhandelsorganisatie bijvoorbeeld en binnen de andere gremia zorgen voor gelijke regels, gelijk speelveld, zodat we uiteindelijk met z'n tweeën in dezelfde wereld een mooie toekomst hebben. Dank u wel. Dankjewel, Wiebren. Twee China-notities van politieke partijen in 1 week. Met de buitenlandse politiek politisering hebben we eigenlijk geen probleem meer. Over de Europese Unie werd altijd gezegd dat politiseerde de politieke partijen zo slecht. Over China zie ik geen... bij China ligt dat heel anders, klaarblijkelijk. Alle politieke partijen spreken zich uit, maar is er ook verschil? Want dan zien we toch dat de posities dicht tegen elkaar aanzitten... Martijn, zijn er christendemocratische waarden? Geeft de christendemocratische traditie aanleiding tot specifiek relief in de Nederlandse positie? Ja, dankjewel. Want in de zomer van 2018, toen er nog geen enkele partij een visie had geschreven, schreef ik een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift van het Steenkamp Instituut... over China en hoe we in mijn inzicht daarmee om zouden moeten gaan. Ik las inderdaad wel veel van het artikel terug in beide visies. In oktober 2018 werd dat gepubliceerd, dus je kunt dat gerust teruglezen. En ik maakte daar gewacht van 1 extra ding wat ik nog niet hier gehoord heb.
Want met grote bezorgdheid, groeiende bezorgdheid, zien we de opkomende kracht en mondiale macht van China tegemoet. En China is natuurlijk een autocratisch geleid, een staatskapitalistisch land. Dat ja, op grote schaal heel sterk machtspolitiek bedrijft, zowel in eigen land als ook daarbuiten. En mensenrechten worden ook op grote schaal geschonden. Pastoors en bisschoppen worden vlak voor Pasen opgepakt. EU-landen worden verplicht om infrastructuur af te staan als we de schuld aan China niet meer kunnen betalen. Montenegro moet altijd in een haven toegang verlenen tot Chinese oorlogsschepen. Op dit moment kijken we eigenlijk vooral naar het dichten van de gaten in de dijken. Om ervoor te zorgen dat Nederland gespaard mogen blijven van de grote golven van de invloed van China. Met het CDA zou ik ook heel graag willen kijken hoe we juist buiten die dijken onze schepen kunnen laden met kracht. Om aan die andere kant ook afhankelijkheid te eisen. En dat kan. Dat kan. Zeker als Nederland dat samen doet met de Europese Unie. En nog meer als onze Amerikaanse vrienden ooit mogen besluiten om dit punt samen met de bondgenoten op te pakken. Maar ook Nederland kan al meer dan je denkt. Maar op wat voor front zouden wij nou afhankelijkheid van China kunnen eisen? Want we hebben nou niet echt enorm veel delfstoffen in Nederland. Of we liggen niet voorop, ver voorop, onderscheidend op het gebied van innovatie. Of we hebben geen fantastische maakindustrie zoals andere landen dat misschien beter doen dan wij. Maar er is wel één ding en dat wil ik toevoegen. Nederland moet namelijk de landbouwsector inzetten om de afhankelijkheid van China daar te eisen. En dat kan ook, want China heeft namelijk een heel groot structureel voedseltekort. Met 20% van de wereldbevolking en 9,2% van de beschikbare landbouwgrond in de wereld. Nederland heeft heel veel over. Wij produceren meer. En we horen vanmiddag ook nog dat Nederlandse melk, de Nederlandse melk, er zit ook Limburgs in de zaal, hoorde ik, van de organisatie, dat de Nederlandse melk, ook het melkpoeder, het varkensvlees en de Nederlandse zaden heel erg zeer worden gewaardeerd en zeer worden vertrouwd in China. En zelfs, werd vanmiddag ook nog gezegd, door de varkenspest is er een groot tekort aan varkensvlees in China, zodat het Nederlands kalfsvlees ook grote kans maakt om van strategisch belang te worden. Wel nu, in plaats van die veestapel te halveren, moet die stapel de strategische inzet worden om economische wederkerigheid en een gelijk speelveld te eisen aan de ene kant. En aan de andere kant, niet minder belangrijk, moet de landbouw de hefboom worden om te zorgen dat mensenrechten, om te eisen dat mensenrechten worden gehandhaafd in China. Waar China zelf een handtekening onder heeft gezet. Op die manier kunnen we, als het nodig is, ook echt iets terug eisen. En de christen in China kan dan met Pasen weer naar de kerk, dankzij de Nederlandse boeren. En Europese landen worden niet meer gedwongen hun haven af te staan, dankzij de Nederlandse landbouw. En de Nederlandse zaden worden geplant om een gelijk speelveld in de wereld te creëren. Natuurlijk moeten we ons land beschermen, sluit ik af, mevrouw de voorzitter. Natuurlijk moeten we ons land beschermen en die dijken dichten voor die hoge golven. En als er echt overeenkomt, kijk, hoe kunnen we nou meeliften op die golven, hoe kunnen we meesurfen. Maar met een beetje gezond boerenverstand hebben we China en de rest van de wereld ook nog echt iets te bieden. Dank u wel.
Zeer bedankt, Martijn, om de notitie concreter te maken in de aanloop naar het debat. Mijn ambitie was om het eerste deel in een uur af te sluiten, opdat we een uur overhouden voor het debat met u. Ik draag graag over aan spreekstalmeester Lili Sprangers, directeur van het Leiden AG. Ja, een manager. Ik ben maar gewoon een manager. Ik gaf het toiletpapier en de handdoekjes. Dames en heren, met dank aan Monica. Precies in een uur, we waren 6 minuten later begonnen. Willen we dus graag u erbij betrekken bij dit debat. Het moet het grote China-debat worden. Dan wordt het 30 september wordt het een beetje een aftreksel met de minister. Om te beginnen wil ik aan de heer Van Helvert vragen of Carola Schouten op de hoogte is van je ambitieuze plannen die je net ontvouwde. Ik neem aan dat minister Schouten wel het wetenschappelijke tijdschrift van het Steenkamp Instituut leest. Dus ik denk het wel. Dat mag je inderdaad hopen. Of zij beseft dat zij nu ook de mensenrechten moet gaan koppelen aan de verkoop van de veestapel. Dat weet ik nog niet, maar dat zullen we inderdaad wel zien. Goed, we gaan het debat gaan we dus voeren met u. Ik wil u op de eerste plaats feliciteren om voor uw keuze om vanavond hier te zijn. Er waren namelijk nog 2 andere China-bijeenkomsten. 1 in Nijrode, dat is misschien voor veel mensen een beetje ver. En het andere is vlakbij, in de grote industriële club op de Dam. En daar spreekt mijn voormalige collega Rob de Wijk. Rob heeft een andere visie, zeg maar, op het China-beleid dan we tot nu toe hier hebben gehoord. Rob is altijd een beetje angstig voor het volgende conflict. En dat is ook misschien wel een beetje zijn broodwinning. Dus u moet zich gelukkig prijzen dat u hier zit. Want reken maar dat op het Damrak inmiddels al de derde wereldoorlog bijna is uitgebroken. En dat de eerste casualties daar al worden afgevoerd. Dus complimenten voor uw keuze. En dan gaan we dus nu gewoon beginnen met het debat. De opkomst van China is fenomenaal. De opkomst vanavond is dat zonder meer ook. Normaal gesproken is de balie ongeveer tot hier vol. Daar doe ik niemand tekort mee. Nu hebben we hier ook nog een heel soortje nono's zitten die op het laatste moment erbij zijn gekomen. Dat stelt wel een paar eisen aan het debat, een paar spelregels. U mag een vraag stellen. U mag ook een bijdrage doen aan het debat, maar dat moet dan wel een beetje van kwaliteit zijn. Zo, die zijn we kwijt. Er lopen mensen rond met de microfoon. U mag uw vraag stellen aan meerdere van de panelleden. U mag ook een nieuw thema opbrengen wat u nog niet heeft gehoord. Maar ik grijp wel in als het allemaal te lang duurt. Want ik verwacht dat er heel veel mensen met vragen zijn. Wij willen ook ongeveer in een uurtje willen we afronden. De mensen moeten nog naar huis. Het is met name voor de Kamerleden, maar ook enkele van de mensen hier in de zaal, een lange dag geweest. Vanaf 1 uur zijn ze al overspoeld met China. Er is ook een grens aan wat een mens kan hebben. Ik stel het op prijs wanneer u even vertelt wie u bent, maar dat hoeft niet. Het is al genoemd, het is livestream, miljoenen mensen zitten te kijken hier en in China. Overigens was er laatst een interessante bijeenkomst in Beijing, waar het ging over de Chinese Nederland-strategie. Daar waren 8 mensen. Dus wat dat betreft is er natuurlijk van een level playing field helemaal nergens sprake. Wie mag ik de vloer geven, zoals het heet? Wie wil een vraag stellen, een opmerking maken? Wie denkt dat hij de ambitie kan vervullen om het debat op een hoger niveau te brengen? Ja, gaat meteen een vraag, een hand omhoog daar. Prima. Die doet het niet. Oh, ja, hij doet het nu. Ja. Dank, mijn naam is Tim. Ik ben student Economie en Filosofie. En ik ben ik heb vier maanden in Shanghai gewoond. En zelf ook deze zomer met de NAS, met een 100 groepen studenten in Shenzhen gezeten. De vraag. Voor Wiebe van de VVD. Uw narratief is heel duidelijk over gelijke speelveld in een wereldeconomie. Helaas staat het lijnrecht tegenover wat al door Frans Paul was gezegd, dat er een bepaalde vanuit de EU een systeemrivaliteit narratief wordt neergezet. Ik was heel erg benieuwd. Die universele regels en gelijke rechten voor elk land, voor de economie, dat is eigenlijk ook weer de universele waarde tegenover het pragmatisme van China. Zou je zelf vanuit de VVD duidelijk kunnen maken hoe ziet u dat systeemrivaliteit eigenlijk in en is dat iets om echt zorg voor te maken? Dank u. Ja, Tim, dankjewel. Ja, goede vraag. Het is natuurlijk een soort botsing van 2 werelden. En als je mij vraagt, kun je daar waar het gaat over die universele waarden, als het gaat om mensenrechten, zou je
denk ik, moeilijker tot elkaar kunnen komen. En daarom denk ik dat je, en daarom begon ik ook over handel, denk ik dat je makkelijker, nou ja, het zijn geen universele waarden, maar in ieder geval regels kunt afspreken als het gaat over handel. En misschien dat je elkaar daarin kunt vinden. En het narratief is dan vaak dat je, als je maar eenmaal met elkaar in gesprek bent en je bent met elkaar aan het handelen in de verschillende gremia, of dat nou de OESO is of de WTO of ga zo maar door, de VN, dat je dan in ieder geval tot elkaar komt. En ik ben er niet zo over te spreken, over het idee van twee werelden die naast elkaar functioneren. Ik denk dat je dan ook niet de mogelijkheid hebt om vanuit die handel of vanuit andere hoeken ook weer over die mensenrechten te praten. Want uiteindelijk, ja, Noah Harari heeft daar natuurlijk mooie dingen over gezegd. Je kunt het wel allemaal, afhouden en daar nooit over beginnen. Maar uiteindelijk zijn wij natuurlijk wel van onze eigen waarden en onze eigen democratie overtuigd. En ik denk dat het goed is om met elkaar in gesprek te blijven. Maar het begin zal volgens mij gemaakt worden, of moeten worden, op het gebied van handel. En ik hoop dat ik je vraag dan een beetje heb beantwoord. Het wel, Tim? Ja? Ja. Meteen daarachter iemand, nu je er toch bent. Ja, we hoorden het net al. Eén land, twee systemen. Hongkong, daar is het ondertussen al 13 weken enorm onrustig. De protesten worden steeds heftiger. Tegelijkertijd is de internationale gemeenschap redelijk stil. Wordt het niet tijd voor Nederland om ons te laten horen, of de Europese Unie? In zijn algemeenheid? Ja. Nou, ik denk dat het toch eerst aan de politici is. Martijn, wil jij daar iets op zeggen? Ja, dat denk ik wel. Want kijk, je kunt wel zeggen, over die waarden moeten we spreken en daar proberen afspraken over te maken. Hè. Dat is een beetje zoals Job Cohen in tijden van Pim Fortuyn sprak over Amsterdam en hoe je dat met buitenland moest doen. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Want we weten heel goed dat we al een afspraak hebben met China over bijvoorbeeld mensenrechten. We hebben een afspraak mee. En natuurlijk is er een tijd, zijn die in een tijd gemaakt na de Tweede Wereldoorlog, misschien maar opgezet in een zaal waar vooral westerse mensen zaten. Maar China heeft wel de handtekening eronder gezet. Dus je kunt niet zeggen van, nou weet je wat, je hebt wel de handtekening eronder gezet, China, maar nou, daar doen ze even niks mee. Ik denk dat dat uiteindelijk niet de oplossing biedt. Wat je dus wel moet hebben, is dat je iets moet hebben waar je een beetje mee kunt dwingen of waar je mee kunt dreigen. Nou, en daar ben ik naar op zoek gegaan, dat heb ik net gezegd. Is Hongkong natuurlijk niet primair over mensenrechten, hè? Als ik eventjes mag interveneren. Hongkong gaat natuurlijk over de afspraak tussen China en Hongkong over, nou ja, één land, twee systemen. Mensenrechten spelen daar natuurlijk een rol als het gaat om de behandeling van de demonstranten voor de politici. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk veel meer om wat is de toekomst van Hongkong. Hè? En hoe, dat is eigenlijk gewoon de vraag die beantwoord moet worden. En ik denk dat jij bedoelt, moet de Europese Unie niet van zich laten horen dat ze garanties willen over hoe die toekomst blijft, in ieder geval tot 2047, zoals hij is afgesproken. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon waar het om gaat. En daarachter speelt natuurlijk de vrees bij veel mensen, als China zich niet aan die afspraken houdt, al dan niet uitgelokt door Hongkong. Wat betekent dat voor de regio en uiteindelijk misschien wel voor de rest van de wereld? Zie jij dat verband, Bram? Want je kijkt me aan alsof ik... Nee, dat is mijn natuurlijke manier van kijken. Maar, okay. Dus daar moet je niet van, van schrikken. Dat doe je ook niet, weet ik zeker. Ik geloof dat ook al die mensen die in Hongkong de straat op gaan, die vragen dat ook, geloof ik, hè, wat u net vroeg. Van waarom blijft het zo stil in het Westen? Want wij gaan hier toch de straat op, voor, en hoe je dat ook verder precies definieert, maar voor waarden waarvan ze daar in ieder geval dachten dat het onze waarden waren. En er is nu, geloof ik, sprake van een zekere teleurstelling over het feit dat die mensen elke weekend maar weer gaan demonstreren, dat er soms op ze geschoten wordt, dat het allemaal heel repressief is en dat er weinig steun is vanuit het Westen. En die zorg vind ik terecht, maar staat denk ik wel in een breder kader waarin wij ons wat ongemakkelijk voelen. En dan kom ik toch terug op wat ik in het begin zei, met het maken van
ja, keuzes die soms misschien de relatie met Peking, laat ik maar even zeggen, op het spel zouden kunnen zetten. Want die zullen ongetwijfeld onmiddellijk het beschouwen als een inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Iets wat none of our business is, waar we niets mee te maken hebben. Ze hebben hun eigen model met hun eigen waarden. Maar als Hongkong één ding bewijst, is het nou wel juist dat de Chinese bevolking helemaal niet per se, of dat is het geval dat de bevolking van Hongkong dezelfde waarde heeft als de machthebbers in Peking. Dus ik vind, Hongkong is vooral een... ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat zou voor ons een reminder moeten zijn voor het feit dat wij veel sterker moeten opkomen voor de zaken, en dat is hier door anderen natuurlijk ook al gezegd, voor de principes, de waarden, de verplichtingen die wij vinden dat hoort bij een, normale rechtsstaat. En ik, ja, dus het, nou ja, en daar zit, hoort ook bij dat we ons duidelijker uitspreken over de protesten in Hongkong, denk ik. Of het helpt is wat anders. Ardy wil wat zeggen. En ik denk dat er misschien nog wel meer mensen zijn in de zaal die hierop aan willen haken. Die nodig ik nadrukkelijk uit. Er zit bovenin helemaal één iemand, maar eerst krijgt Ardy het woord. En dan gaan we weer naar u. Ik denk dat Hongkong inderdaad een ontzettend mooi voorbeeld is van dat wij moeten weten wat wij werkelijk belangrijk vinden. Als voor ons een van onze kernwaarden een rechtsstaat is en je ziet dat China gemaakte afspraken met voeten treedt, dan zou je daarop moeten reageren. Dus dan pak je het stukje uit het conflict waar je zelf hele sterke overtuigingen over hebt. Ik denk dat Hongkong voor een deel gaat over de identiteit. Het is een identiteitskwestie. Het gaat niet alleen over rechten, maar gaat over wie ben ik. Ben ik een Hongkonger of ben ik een Chinees? En heel lang, de afgelopen decennia, vonden heel veel Hongkongers dat ze eigenlijk ook wel Chinees waren. Dat hoort ook bij het Chinese narratief. Alle Chinezen in de wereld, ook alle Chinezen in Nederland, zijn primair Chinezen. Ik denk dat de Hongkongse jeugd, dus de mensen die begonnen zijn met demonstreren, heel duidelijk hebben gemerkt dat zij zich eigenlijk meer Hongkonger voelen. Daarmee niet on-Chinees, maar primair Hongkonger. En ik denk dat de Chinese autoriteiten heel erg nerveus worden door wat er in Hongkong gebeurt. Niet zozeer omdat een van de eisen is algemeen kiesrecht, maar omdat de demonstraties in Hongkong tot in de kern de legitimiteit van de Chinese Communistische Partij zouden kunnen raken. Dus ik begrijp de nervositeit. Maar ik denk wat wij kunnen doen is kijk naar wat onze belangrijkste waarden zijn en reageer vanuit die waarden. En niet heel algemeen, we zijn overal voor of overal tegen, maar kijk, maar zoom in op iets waar wij van vinden dat dat onze kern is. Zou de terughoudendheid bij de Europese Unie ook niet verklaard kunnen worden uit de angst dat inmenging van buitenaf, natuurlijk het Chinese belangrijkste argument, dat dit wordt opgestookt door buitenlandse mogendheden, juist versterkt? Ja. Is dat niet een heel moeilijk dilemma waar je bijna nauwelijks uitkomt? Ik vind niet dat we altijd mee moeten gaan in de Chinese manier van denken. Okay. Mijn ervaring met China is dat als je heel duidelijk weet wat jouw eigen grenzen zijn en wat jouw inzet is, dat het bijna altijd oplevert om je rug recht te houden. En dat betekent niet dat je overal altijd tegen moet zijn, maar als jij principes hebt of als jij een bepaald doel hebt en je weet dat over te brengen, dan kom je een aantal stappen verder dan als je dat niet hebt. Dus wij moeten huiswerk doen. Oké, okay, goed, helder. Meneer achterin. Nou ja, hup, ja, meneer achterin. Yes, dank u wel. Ik had een vraag over hoe realistisch het eigenlijk is dat Europa als één blok gaat optreden tegen China. Als wij al hebben gezien wat met Oekraïne MH17 gebeurd is en hoe dat is uitgespeeld. En verder ben ik het eens met de heer van de VVD dat Trump eigenlijk China weer op de agenda heeft gezet. En ik snap niet waarom je ziet wat de kwestie is bij Trump. Bij de regering. Zij willen heel graag dat Europa hun NAVO-budget bijvoorbeeld haalt. En als dat de voorwaarde is voor een partnerschap met Amerika, waarom doet Europa niet meer eraan om het budget op te schalen tot de 2% norm? Je hebt de afspraak gemaakt, hou je er ook gewoon aan.
Dan kom je ook gewoon veel steviger over. En dan kun je als partner ook veel meer eisen. En dat is een vraag in zijn algemeenheid. Gaat dit over China? Of? Ja, het gaat inderdaad over China. Ik was het op een gegeven moment even kwijt. Nee, het gaat over China, maar in het verlengde van China. Over het maken van afspraken en het houden aan je afspraken. Van Hagen. Ja, dank voor deze opmerking meer. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat we als Europese Unie één front vormen. Maar ook, en dat sluit misschien een beetje aan bij de universele waarden, dat we partners zoeken met dezelfde normen en waarden. En dan verbaast het me soms wel een beetje dat we heel erg anti de VS zijn. Terwijl we weten dat de VS een functionerende democratie is. Misschien zit er nu iemand die we niet leuk vinden, maar over 4 jaar of over 8 jaar... of over 2 jaar of over 6 jaar is die alweer weg. He, dat is een gegeven. Dus op zijn Chinees zouden wij moeten zorgen voor een gesloten front als wij China tegemoet treden. En dan zouden we beter kunnen partneren met de VS en Australië en Japan en Canada dan dat in ons eentje doen. Oké, goed. Volgens mij was dat een antwoord. Wil jij daar... Ja, ik vind het wel een hele goede, want ik deel de analyse van de Verenigde Staten of van Trump, hoe je het wil, deel ik ook wel. He, dat China het niet eerlijk speelt, dat ze oneigenlijk gebruik maken van hun ontwikkelingslandstatus, dat ze van alles dumpen op de wereldmarkt. Dus die analyse deel ik. De oplossing dat hij eigenlijk in zijn eentje gaat knokken tegen China en ook de bondgenoten in Europa tegen zich in het harnas jaagt, eerder dan dat hij met ze samen wil werken, dat vind ik niet zo handig. Is Europa zelf altijd even sterk naar buiten toe? Nee. Maar richting China vind ik dat Juncker en Tusk niet eens zo'n slechte zaken hebben gedaan als je het vergelijkt met Trump. Dus ik denk dat Europa daar wel een voorbeeld kan geven. Nou ja, goed, in de verkoop praat, ja, daar is Trump sterker. Hè? Zijn Twitter komt eerder in het wereldnieuws dan het werk van Juncker. Hè? Zoals de geweldige inzichten van de VVD en GroenLinks ook eerder in de media kwamen dan het wetenschappelijk stuk wat ik schreef. Ja. Maar dat wil niet, zeggen. Dat, en als dat was dan, wel terecht. Ja, en als het, als het gaat om het punt van defensie, denk ik dat je daar absoluut een punt hebt. Want eigenlijk doen wij het in Europa, als het gaat om uitgaven van defensie, helemaal niet zo slecht. Na Amerika, die het meeste uitgeeft aan defensie in de wereld, komt Europa op de tweede plaats. Alleen, omdat we het allemaal als land afzonderlijk doen, zijn wij helemaal geen tweede defensiemacht. Maar daar zouden we misschien niet eens zozeer de uitgaven van de... Ik bedoel, je zegt het tegen de VVD, had je het net. Nou, VVD schreef wel maar 1 miljard extra voor defensie op, omdat het wat beter stond bij de koopkrachtmeting. Snap je? Dus als je het over principes hebt, dan moet je ook zeggen, dan moeten we ook echt investeren. Maar zelfs de 2 miljard die wij hadden opgeschreven, bleek nog te weinig om de 2% te halen. Dus alleen op die cijfers kijken vind ik niet juist. Maar als we alles zorgen dat we het wel fatsoenlijk samen doen met de Europese landen, dan denk ik wel dat een sterker defensiebewustzijn in Europa bijdraagt aan onze positie. Oké, dank hiervoor. Arjen, wat vindt een econoom van de strategische keuzes in de handelsoorlog? Strategische keuzes van wie? Nou, van wat Europa zou moeten doen. Wil het niet vermalen worden tussen in de handelsoorlog, tussen de Verenigde Staten en China? Hebben wij een keuze als Europa? Ik denk dat we zeker een keuze hebben. Dat is ook een beetje een antwoord naar een vraag die ik eerder van jou kreeg over de Trump-slump. Heeft Trump een beetje gelijk? Ja, je formuleert het perfect. Trump heeft een beetje gelijk. Maar zeker niet volkomen gelijk. Dus ik denk dat wij als Europa moeten onze eigen lijn zoeken. En zeker niet blind achter de VS aanlopen. We hebben gewoon heel erg keiharde eigen belang in Europa. En we worden op dit moment gewoon behoorlijk slachtoffer van de koers die de VS uit heeft gezet. En natuurlijk heeft hij een punt. Natuurlijk moet China enorm veranderen. Moet China level playing field bieden. En moeten we daar ook hard op inspelen. Maar de manier waarop dat op dit moment wordt gedaan is contraproductief, mijn zinziens. En Europa is een van de grootste, puur macro-economisch gezien, is een van de grootste macro-economische slachtoffers momenteel. En Trump is vooral bezig met America First, gebruikt daarin China, maar denkt totaal niet aan het belang van Europa, laat staan van de wereld op allerlei vlakken. Dus wat mij betreft moeten wij in Europa heel zorgvuldig onze positie kiezen. En dat moet ik zeggen dat het uitstekend werd verwoord in dat AIV-rapport wat ik met veel plezier heb gelezen. Dus Europa moet zijn eigen positie kiezen. Het is al moeilijk genoeg om iedereen op één lijn te krijgen. Maar zeker niet blind volgens wat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan gedaan wordt, volgen mijn zinziens. Van Hagen. Nee, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Maar
De EU heeft in plaats van samen met de VS een beetje ten strijde te trekken, heeft de EU allerlei vrijwaringsmaatregelen ingesteld. In reactie op de staalimportheffingen die Trump heeft ingesteld. Nou, nu zien we daar een heel raar fenomeen ontstaan. Dan zie je binnen de EU zie je dat er allerlei economisch-strategische beslissingen worden genomen. En om een voorbeeld te geven, dan wordt het kwotum voor walsdraadstaal, product nummer 16, wordt dan gequoteerd. Waardoor een Nederlands bedrijf met 1000 man personeel failliet terecht te gaan. En dan denk ik, als dat nou de reactie is van Europa op dit beetje gelijk van Trump, dan zijn we echt verkeerd bezig. Dan kunnen we beter samenspannen met de andere landen die wel dezelfde normen en waarden delen. En misschien moeten wij dan wel de stap naar Trump zetten, in plaats van dat Trump dat blijkbaar niet naar ons doet. Maar in ieder geval op dat punt van het walsdraadstaal en die vrijwaringsmaatregelen zijn we een enorme slechte koers aan het varen. En dat is slecht voor onze economie. En jij bent niet bang dat op een gegeven moment Donald Trump op Mar-a-Lago weer de Xi Jinpingetjes ontvangt en dan een deal maakt met China waar Europa helemaal tussenuit valt? Nou, dat werd tijdens het ronde tafelgesprek natuurlijk ook gezegd. Hè. Er is natuurlijk een kans. De vraag is alleen wie vertrouw je meer? We weten in ieder geval nu dat ons MKB er last van heeft, dat ons land er last van heeft, dat de vrijwaringsmaatregelen die de EU neemt niet goed zijn voor ons. Dus dan zou ik zeggen, ik denk dat de VS en Canada en Australië dichter bij ons staan op dit moment dan China. En ik denk dat in deze standoff, waarbij we kijken wie het eerst met zijn ogen knippert, dat we dan beter aan de kant van de westerse landen kunnen gaan staan dan aan de kant van China. Want nu worden we compleet uit elkaar gespeeld. Oké, dankjewel. Voor ik de zaal weer erbij betrek, Frans Paul, wil jij hier nog iets over zeggen? Nou, graag, ja. Nou, ga je gang. Dankjewel voor de kans. Om te beginnen met die investeren in defensie, die 2% voor bondgenootschappelijke verplichting van de Europese leden van de NAVO. Ik denk eigenlijk dat het een goed idee is om dat inderdaad te doen, om ervoor te zorgen dat je die investering doet en die 2% haalt. Maar dat is niet zozeer met het doel om Amerika zo goed mogelijk te kunnen volgen, maar dat is juist met het doel om meer autonomie ten opzichte van de Verenigde Staten te kunnen creëren. Want wij hebben dat bondgenootschap met de Verenigde Staten, dat zijn we aangegaan in een tijd van Koude Oorlog-confrontatie met de Sovjet-Unie en in een tijd waarin de Verenigde Staten een hele sterke en sterker wordende wereldmacht was. En nu zitten we in een situatie dat Amerika juist minder sterk aan het worden is en steeds wanhopiger aan het zoeken is naar middelen om die opkomst van China tegen te kunnen houden, af te kunnen remmen. Ik denk ook dat die inzet van de Amerikanen op die handelsregels, dat die intussen niet meer primair om het handhaven van die handelsregels gaat, maar meer om het versterken van een machtspositie tegenover China. Dus armpje drukken. Dat gaat daar meer daarom. En dan is het toch het risico wel groot voor Europa om daar inderdaad het slachtoffer van te worden. En het lijkt me dus goed voor Europa. Kijk, Nederland is daar te klein voor, maar voor de Europese Unie als geheel, om sterk in te zetten op het creëren van zoveel mogelijk handelingsvrijheid en autonomie. Oké, helder. De zaal weer. Daar ga je gang. Ik zie hier een hand, ik zie daar een hand, ik zie daar een hand. Deze vier handen, en dan kijken we weer straks naar de rest. Ja, Jos. Goedendag. Ik ben Jeroen Franke, zelfstandig en ik weet iets van China. Eén ding wat ontbreekt in de China-notitie is hoe we met Taiwan om willen gaan. We hebben nog steeds het één China-beleid. Dus eigenlijk bestaat Taiwan niet voor ons. Toch is dat een flashpoint wat er aan gaat zitten komen en waar we ons juist politiek een oordeel over moeten gaan vormen. Er zijn theorieën dat Xi Jinping Mao wil evenaren. Er is maar één manier waarop hij dat kan doen. En dat is om China weer te herenigen tot één land. Dat zou hij moeten doen voor zijn 80ste. Dat gaat plaatsvinden in 2033. Dus zeg, voor 2033 of voor 2030 moet hij Taiwan hebben ingenomen. Dit is een flashpoint, wordt niet genoemd. En ik denk dat dat iets is waar we ons op moeten voorbereiden.
Hoe staat de politiek daarin? Jeroen, je bent me voor. Ik dacht, als er nou een moment is van dat de discussie inzakt, dan gooi ik Taiwan erin. Maar goed, oké. Okay. Je stelt een vraag. Ja, god, wie wil dat nou beantwoorden? Ja, Martijn, je zit te popelen. Ik wil dat, ja, nou ja, ik zie daar wel, wel kansen. Want wat ik wel... Kansen voor de landbouw? Of, ook vast. Nou... Het is uw taak om grapjes van dingen te maken, maar ik denk wel dat we, als we het hebben over een innovatieve sector die krachtig is, dat we hier, ik snap dat in Amsterdam lastig is, maar de landbouw is een hele sterke sector, innovatieve sector van Nederland, waar we wel wereldwijd voorop lopen. In tegenstelling tot heel veel andere sectoren in Nederland en hier in de buurt van Amsterdam niet. Dus we moeten. Dus ik snap de grapjes, dat vind ik ook leuk, maar het is wel een serieus punt. Nu over Taiwan. Als het gaat om het zuidelijk halfrond, vind ik dat we daar als Europa, Nederland, Europa, veel te weinig mee doen. Veel minder ook dan in het verleden. En in het verleden deden we dat altijd niet zo netjes op het zuidelijk halfrond. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. En dat was wel vooral de Randstad die dat deed. Maar goed, wat je wel ziet, is dat we met Indonesië, met India, misschien ook wel met Australië, Nieuw-Zeeland, met Taiwan, misschien veel te weinig de binding aangaan, terwijl de Chinese overheid wel steeds meer bindingen zoekt in onze omgeving. Een beginnetje, maar dat zult u vast veel te weinig vinden, maar ziet als een beginnetje, hebben we gemaakt met het eisen in de Tweede Kamer dat wij vinden dat Taiwan door het, internationale Rode Kruis ook wordt geïnformeerd over hoe het gaat met epidemieën. Dat wordt nu niet gedaan, dat wordt nu via de Chinese overheid gedaan, omdat Taiwan een onderdeel is van China. Waardoor het natuurlijk Taiwan nooit bereikt en als er een epidemie is, vooral in Taiwan, veel slachtoffers zijn. Wat ook de bedoeling is volgens mij van de Chinese overheid. Onze inspanning is geweest om het Rode Kruis ook direct met Taiwan te laten spreken. Is dat gelijk een erkenning? Nee, dat niet. Maar ja, soms gaan dingen in kleine stapjes. Ik kom even terug op Taiwan, want het is natuurlijk die cross-trade relations, zoals het heet, is natuurlijk gewoon echt van eminent belang. Sommige partijen zien toch weer China als een vijand die een koude oorlogssituatie doet herleven. Nou was het altijd zo in de Koude Oorlog dat mensen zeiden, de Verenigde Staten zal niet Hamburg verdedigen. Hè? Dat was zo'n beetje zo'n uitspraak. Gaat de Verenigde Staten het oude Formosa verdedigen als het helemaal misgaat? Als de Verenigde Staten daar baat bij hebben, wel. En als ze vinden van niet, dan niet. Dus ik kan dat zo niet beantwoorden. Wat ik wel vind, is dat als je het hebt over Europa, dat we inderdaad wel ook, had het net al over wat zelfbewuster mogen zijn. Wij moeten ook niet, als er ergens een probleem is, gelijk altijd naar Amerika kijken. Amerika blijft niet de politieagent van Europa het hele leven, zoals het tot nu toe wel is geweest. Ja, oké. Okay, Bram, op dit punt. Kijk, we moeten. Kijk, alleen al het speculeren over dat soort. Het is ook levensgevaarlijk. Hè? Het hele idee dat er een situatie zou kunnen gaan ontstaan waarin de Verenigde Staten, zoals jij zegt, het oude Formosa moet gaan verdedigen. Hè? En daar kom ik een beetje ook bij het antwoord op die vraag. Daar zijn we vanavond eigenlijk nog niet zo aan toegekomen, maar ik denk dat het toch van wezenlijk belang is dat we over China praten. En dat doe ik zelfs soms ook. Niet alleen in termen van hoe gaan we de confrontatie aan en wat is ons antwoord op hun dreiging, et cetera. En moeten we ons niet veel meer met Trump verbinden zoals de VVD wil? Moeten we niet onze defensieuitgaven heel erg omhoog doen zoals het CDA en de VVD willen? Maar dat we ook nadenken over of we een kader kunnen creëren waarin we over een aantal hele ingewikkelde kwesties, de Zuid-Chinese Zee, hè, we hebben daar afgelopen donderdag, de vraagsteller weet er alles van, bij de marine over gediscussieerd. Taiwan, Hongkong werd net genoemd. Tibet zou iemand anders kunnen zeggen. De Oeigoeren zou iemand anders weer kunnen zeggen. Er is op dit moment geen volwaardige politieke dialoog volgens mij op voldoende niveau. Hè? Of dat nou vanuit de EU is of vanuit een aantal grote lidstaten met steun van Nederland om over dit soort kwesties, waarvan je zeker weet dat ze er op een gegeven moment aan zitten te komen, om te voorkomen dat dat tot straks misschien ooit tot een confrontatie leidt.
maar dat je probeert om politieke oplossingen te komen. Dat is op dit moment, lijkt dat, volledig afwezig. Daar is Trump mede verantwoordelijk voor met zijn volledig unilaterale beleid. Dus we moeten niet tegen Trump aanschurken, zeg ik tegen Wiebren van Haga. Maar we moeten proberen de diplomatie weer in ere te herstellen. En dat zal van de Europese Unie moeten komen op dit moment, denk ik. Ja, helder verhaal. Ardi. Ja, ik wil graag wat aanvullen, want we hebben het nu over een scenario... Kun je iets dichter bij de microfoon? We hebben het nu over een scenario, ik weet niet of die aan is, in een verre toekomst waarbij mogelijk Taiwan... Ja, moet je niet aan denken. Ja, daar willen we niet aan denken. Nee, ik denk dat het goed is om te denken aan het hier en nu. En je noemde zelf al, we kunnen het ook over de Oeigoeren en Tibet en Xinjiang en Hongkong hebben. Ik denk dat we het ook wat behapbaar moeten maken. Want op dit moment, als we het dan over Taiwan hebben... Chinese autoriteiten eisen van bedrijven dat ze op hun website geen melding maken van Taiwan als zelfstandige staat. Dus alle airlines en allerlei andere bedrijven passen hun websites aan onder druk van de Chinese, onder Chinese druk. Datzelfde geldt bij Hongkong, waar Westerse en Hongkong-bedrijven op het matje worden geroepen in Peking. Waarbij gezegd wordt, jullie mogen je personeel niet mee laten demonstreren. Want als je dat doet, dan volgen er sancties. Ik denk, natuurlijk is het goed om vergezichten te hebben, maar ik denk eigenlijk dat we op al dat soort punten best een beetje principieler zouden kunnen zijn. Als wij weten wat we daarvan vinden, dan kan je daar iets over zeggen. En dan hoef je niet over 20 jaar op een invasie in Taiwan te reageren, dan zeg je nu wat je ervan vindt als de Chinese overheid pressie uitoefent. En dat kunnen we als Nederland doen, maar dat moet je vooral ook in grote verband doen. Dus ik probeer, haal het een beetje naar het hier en nu. Oké, helder, pragmatisch, dank je. Wie? Ja, ik had hier nog allemaal, oh jee, dan heb ik allemaal andere handen. Ja, Jezus. Ja, jij. Ja, Christ, het is geen veiling. Goedenavond, Jaap van Etten, directeur van Datenne, een dataplatform over China. En als voormalig diplomaat heb ik 5 jaar geleden al een rapport geschreven over de ontwrichtende werkzaamheden van staatssteun vanuit China. Niet gek dat daar ook het platform op gericht is. Je noemde al een belangrijke sector naast de landbouw van Nederland. Ander belangrijk is de halfleiderindustrie, wereldwijd toonaangevend. Wij zien daar inderdaad een sterke groeiend aantal staatsfondsen wat zich mengt in overnames in het buitenland. Dat zien we in onze data terug. En ik waardeer de punten om concrete oplossingen hier en nu te zoeken. Die zoek ik ook als het hier om gaat. Wat gaat de politiek daaraan doen als de bedrijven hier dus met staatssteun, al is het dan via 30 connecties, overgenomen worden? Wat zijn daar concrete handelingen die hier op de rol staan, op de rit staan bij jullie? Ja. Nou ja, het is een heel groot probleem. Want we zien dat Chinese staatsgestuurde bedrijven overnames kunnen doen in onze vrije economie. En wij kunnen dat daar niet. Hè. Daar heb ik in het begin wat over gezegd, over die reciprociteit. Althans, het ontbreken daarvan. In de VVD-China-strategie hebben wij het voorstel gedaan, een beetje naar het Duitse model. Hè. De BDI heeft dat ooit voorgesteld. Om bijvoorbeeld bij een strategische overname van meer dan 25% van de aandelen in ieder geval meldingsplicht in te stellen. En dan kan je er ook nog voor kiezen om dat wel of niet goed te keuren. Dan moet je natuurlijk even van een lichaam hebben dat het goed gaat keuren. Maar daar moet je zeker aan denken. Want op dit moment is er zo'n ongelofelijke inbalans tussen die twee systemen. Dat is gewoon het gebrek aan die reciprociteit. Maar het is een goede vraag. Er is nu niks. En we moeten zo snel mogelijk handelen. Het voorstel is natuurlijk wel in Europa gedaan door Juncker en Tusk om met zo'n commissie te komen die buitenlandse investeringen gaat toetsen. Dus Europa heeft hier volgens mij heel goed op geacteerd. De zwakte zit vaak in de lidstaten. De lidstaten moeten dit implementeren. Dus het is aan ons om die regel... het is goed dat de VVD dat ook nog eens in hun visie hebben geschreven. Maar de maatregel van Juncker en Tusk was volgens mij gewoon goed. Maar de lidstaten moeten wel nu in actie komen. Ja. Arjen, voor een econoom, screenen van investeringen is op zich niet lekker, toch? Maar dit is inderdaad, wat deze meneer duidelijk zegt, is natuurlijk een heel erg opvallend punt in het niet hebben van een level playing field. Hè. Dat was, ja. China heeft zich natuurlijk
jarenlang heel beschermend opgesteld, allerlei strategische sectoren. China overigens niet alleen in, heel veel opkomende economieën doen dat. En dat deden wij toen wij vroeger opkomende economie waren, ook in het Westen. Maar China wordt rijker en rijker. De Oostkust kun je al geen ontwikkelingsland meer noemen, het is gewoon een rijk land. Dus het is logisch dat we met z'n allen meer level playing field eisen van China. We hadden heel weinig regelgeving. Maar inderdaad, die investeringsscreeningmechanisme is een belangrijke eerste stap. En ik denk dat dat tegengas kan geven, tegendruk kan geven. Als je dat tenminste inderdaad goed implementeert. En niet dat de Grieken het totaal anders doen als de Zweden of de Nederlanders. Als je dat consequent doet, kun je tegendruk geven als Europa. En dat is wel absoluut wat ik ook eerder bedoelde met een eigen rechterrug van Europa. Daar hoort ook bij dat je China... dat je van China level playing field eist. Oké, hier is consensus over. Goed, dan hoop ik dat er hier een vraag is die leidt tot enorme polarisatie. De hoop is gevestigd op. Ja. Mijn naam is Vincent de Haas. En ik heb een vraag eigenlijk terug naar de strategie. De China-strategie. China-notitie. Ik vroeg me af, aan de kern van het alles zijn de verschillende waarden of verantwoordelijkheden die jij noemde. En tot nu toe heeft het in de politiek geleid tot veel botsing. En dat zie je in het klein tussen Hongkong en China. En in het wat groter in het economisch vlak tussen Trump en China. Omdat die waardes verschillen of de verantwoordelijkheden. En dan krijg je veel conflict. En nu hoor ik in de plannen of in de notitie vooral terugkomen dat Nederland... ook die dat conflict aan wil gaan, dat een hefboom wordt gebruikt of dat gezegd wordt, we moeten ons er tegen verzetten. Nu lijkt het mij dat het alleen nog maar naar meer conflict gaat leiden en niet tot een oplossing. Is er niet meer nodig, zoals misschien meneer Van Ooyek al zei, dat je diplomatie gaat gebruiken en dat je gaat zeggen, we moeten niet handelsakkoorden verbreken, maar nieuwe opstellen. En dat zie ik niet terug in de notitie. En ik vraag me af waarom dat is. Ja. Ik bedoel, mag ik één ding verhelderen? Voordat, wat ik bedoel met diplomatie, niet dat je zeg maar de neiging gaat vertonen om de waarde per se van iemand anders over te nemen. Hè? Want ik vind, maar goed, daar komen we misschien straks nog op. Er is wel degelijk iets te zeggen voor het veel assertiever uitdragen van je eigen waarden en normen en beginselen. Maar wel dat je erover in gesprek gaat in plaats van militaire scenario's voor te bereiden voor het geval China Taiwan gaat. Dat was een beetje mijn angst dat we in die discussie zouden terechtkomen. Ja. Oké, sorry dat ik dat even verhelderde. Ja, ik vind het, dat hebben we het liefste. En daarom vind ik ook dat de Europese Unie nogmaals daar eigenlijk best wel hele goede stappen heeft gezet. Ik vind het beter dan Trump. Als het gaat om het verbeteren van de diplomatie heb ik samen met Bram, jij bent de vicevoorzitter, ik ben de voorzitter van de parlementaire vriendschapsgroep met de Verenigde Staten. Juist ook omdat de Verenigde Staten echt meer is dan, we zeggen dit uit Trump, maar de Verenigde Staten is echt meer dan de president. En als je de congresleden spreekt over de wereldeconomie, dan zijn er ook echt wel andere geluiden in de Verenigde Staten. En wat Trump zegt, gebeurt ook niet allemaal letterlijk. Maar de tweet van Trump komt, zoals gezegd, eerder in het nieuws dan wat het congres daar vaak van zegt. Daarnaast vind ik wel dat we ook eerlijk moeten zijn dat China in de afgelopen jaren niet echt heeft laten zien heel erg open te staan om zich iets aan te trekken van andere landen. Dus ik vind wel dat je ook je ergens wel sterk in moet maken dat als het nodig mocht zijn, dat het diplomatiek niet lukt, dat je wel ook ergens een beetje mee kunt hefbomen. En dat zou onze landbouw kunnen zijn. Maar het liefste zet je dat natuurlijk niet in. Welke sector ook alweer? Heel kort, want ik had hier nog een aantal mensen het woord beloofd. Ja. Gaat het echt op dit punt? Ja, heel kort, punt en dan krijgt u het woord. Ter aanvulling. Waarden kunnen af en toe botsen en je kunt af en toe een beetje ruzie maken. En ik geloof ook dat wat de Verenigde Staten aan het doen is, een beetje ruzie maken. Maar ze proberen natuurlijk tot een handelsakkoord te komen. En ik denk dat de EU dat ook moet doen. Je botst een beetje en het mooiste, en dat schrijven wij ook in onze VVD-China-strategie, is dat we uiteindelijk een mooi, groot vrijhandelsakkoord hebben met strakke regels tussen China en de EU. Oké, goed. Het woord is aan u. Dank u wel. Mijn naam is Erik Egberts. Ik ben directeur van de stichting Dutch Greenhouse Delta. En wij hebben ook een mooi contract getekend met China. En fijn dat u landbouw noemt, maar daar bedoelt u ook tuinbouw mee, neem ik aan. Zeker. Mijn handreiking zou zijn, ik zou graag namens de Nederlandse tuinbouwsector, 25 bedrijven ongeveer, graag van andere sectoren willen leren.
Want als Huawei een probleem veroorzaakt bij G5, veroorzaken ze dat ook in de tuinbouwwereld op hun manier. Maar hoe kan ik leren van andere sectoren? Hoe kunnen bedrijfslevens dus van elkaar leren? Als ik nu naar het beleid kijk van andere organisaties die zich bezighouden in het bedrijfsleven, zie ik geen China-strategie. Ik mis dat. Ik zit pas in de dialoog met China. Volg het pas een jaar. Maar ik zou graag van anderen willen leren. Dus spreek mij aan. Of help mij politiek. Want het is niet alleen politiek, het is ook bedrijfsleven. Dank u wel. Ja, dank u wel. Prima. Goed. Niemand in deze hoek voelt zich tekort gedaan, hè? Want jullie hebben de kans gehad. Ik heb hier een vraag, ik heb hier een vraag. En dan zou ik zo graag hier eventjes ook wat mensen willen activeren. Dan krijgt u het woord. Harriet, hou je erbij? Nee, ja, eerst daar. Die mevrouw was eerder. Dan bent u aan de beurt. Ja, hartelijk bedankt. Christa Meindersma, co-directeur van de International Campaign for Tibet. Ik sla even aan op een woord wat Ardy Bouwers net noemde, klimaatcrisis. Wat ik eigenlijk vanmiddag heel erg miste bij de hoorzitting, is dat er amper, bijna niet, gepraat is over klimaat. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zien jullie, vooral de politiek, de verantwoordelijkheden van China als het gaat om klimaat, extern en intern? Extern gewoon in de discussies die nu wereldwijd spelen, de manier waarop er naar klimaat gekeken wordt, maar ook intern. Tibet wordt vaak naar verwezen als een mensenrechten kwestie. Dat is het natuurlijk ook. Vanmiddag sprak mijn collega Tsering Yampa in het blokje mensenrechten. Maar het Tibetaanse plateau, niet als politiek gebied, maar als fysiek gebied, als geografisch gebied, is ontzettend belangrijk in de internationale klimaatdiscussie. Wat er in Tibet gebeurt, heeft invloed op weerpatronen in Europa. Heeft de opwarming van Tibet heeft gevolgen voor monsoonpatronen in Azië. Het is de derde zoetwaterbron van de wereld met 45.000 gletsjers die smelten. De opwarming gaat daar sneller door de hoogte. China beheert op dit moment dat gebied. En ik vind dat we daar kritisch naar moeten en mogen kijken. Niet alleen om wat China daar doet en de gevolgen voor de bevolking daar, die er zeker zijn. Maar ook voor gewoon de gevolgen voor ons en voor de wereldklimaatdiscussie. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe zien jullie China's verantwoordelijkheden op dat terrein? Dank je. Ja, en dan mag ik wel eventjes voor de algemene informatie aanvullen dat China natuurlijk zich volledig bewust is van de grote klimaatproblemen waarmee het worstelt. En inderdaad op dat terrein mogelijk heel makkelijk aansluiting vindt bij klimaatdoelen elders in de wereld. De vraag van mevrouw achter en het antwoord, Bram. Nou ja, dat klopt dat we daar nog weinig over gehad hebben. Ik zie dat vooral, eerlijk gezegd, kijk, de Verenigde Staten hebben het klimaatverdrag opgezegd. China heeft het niet gedaan. Hè? Dus ik denk dat we China in beginsel zouden mogen beschouwen als een mogelijke partner. Ja. Dan bedoel ik een partner van de Europese Unie, denk ik. Hè? Waar het gaat om het aanpakken van opwarming van de aarde, verlies aan biodiversiteit. China gaat nu de grote internationale VN-conferentie over biodiversiteit hosten. Hoe heet dat? Gaat daar plaatsvinden. Als het gaat om energieschaarste, de overgang van, hè, dus de luchtkwaliteit is zo slecht dat ze versneld overgaan op zon en wind. Dus er zijn heel veel dingen die, denk ik, in het kader van en daarom is het punt, denk ik, wel terecht dat we daar eigenlijk te weinig over gesproken hebben. Ook in de hoorzitting en ook vanavond. Omdat er zijn natuurlijk heel veel dingen waar we met China eerder de dialoog moeten aangaan en de samenwerking moeten zoeken dan de confrontatie. En dit is daar, denk ik, één van. En ik denk dat er ook heel veel mogelijkheden op dat gebied zijn. Helaas op dit moment meer met China misschien dan met de Verenigde Staten die gezegd hebben van wij willen er niks meer mee te maken hebben en we geven de ene vergunning naar de andere af om in beschermd gebied naar olie en gas te boren. Dus ja, goed punt, denk ik. Ja, de beide anderen even kort. Ja, natuurlijk. Ja, het verbaasde mij ook. En er werd ook gezegd dat in Tibet drie keer zoveel opwarmt als elders. Nou, ik begreep niet helemaal waarom. We konden ook geen extra vraag stellen. Dus misschien kunnen we daarna straks nog een beetje over napraten. Want dat verbaast me. Dat anti-VS-sentiment komt hier weer naar voren. Ja. En dat is raar, want de VS
stoten maar de helft uit van de CO2 van wat China doet in absolute zin. De VS heeft een enorme reductie bereikt doordat ze over zijn gegaan op schaliegas. Nou, dat is een soort taboewoord hier, maar het heeft er wel voor gezorgd. China, de CO2-productie in China neemt hand over hand toe. En natuurlijk posten ze allemaal leuke dingen op internet over zonnepanelen, maar uiteindelijk gaat het daar helemaal niet zo goed. Ook per hoofd van de bevolking stoten ze nu al evenveel CO2 uit als bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Dus het gaat daar helemaal niet zo goed. Dan ben ik het helemaal met je eens dat we zo snel mogelijk de dialoog met China moeten aangaan op dit gebied. En het is goed, ja, ze houden zich aan geen enkel contract, maar het is goed dat ze het klimaatakkoord nog wel hebben ondertekend. En de VS, om daar nog op terug te komen, is meer dan alleen Trump. Trump heeft inderdaad het klimaatakkoord opgezegd, maar er gebeuren hele mooie dingen in de VS op klimaatgebied. In weliswaar in andere staten, maar het gebeurt wel. Okay, Martijn. De verantwoordelijkheid van China is... Nee, ik gun jou dat, Wiebel. Ja, ik heb één fan. Wij gaan straks nog even praten. Hij heeft consumptiebonnen straks. Ja, de verantwoordelijkheid van China is heel erg groot. En daar moeten we China dus ook op aanspreken. Het punt is dat China zich, als het eruit komt, gedraagt als een ontwikkelingsland. En zich ook zo graag te boek laat staan. En zich dus aan dat soort verantwoordelijkheden kan onttrekken. Dus daar moeten we heel snel mee stoppen. Als het gaat om de Verenigde Staten... moet ik zeggen dat het natuurlijk niet erom gaat, als je dat dan even vergelijkt met China, hè, we moeten toch een beetje scherp in het debat. Dus ik wil ook naar u niet altijd tegenstellingen maken, maar het moet wel leuk blijven om naar te luisteren. Moet ik wel zeggen dat het niet alleen gaat om wie zet de mooiste handtekening, maar ook what's the outcome. En ik moet zeggen daar, moet ik wel zeggen dat je hebt de Verenigde Staten, die hebben dat akkoord misschien wel opgezegd van Parijs, maar de staten afzonderlijk, die hebben over het algemeen echt goed vastgehouden aan dat met negatieve uitzonderingen aan dat akkoord. En het bedrijfsleven in China doet ook echt, in de Verenigde Staten doet ook echt mooie dingen. Dus in die zin vind ik de outcome van de Verenigde Staten mooier dan de handtekening van China op dit moment. Oké, goed. Nou, dat krijg je op dit punt. Hè? Hier in de balie beperkt applaus voor. Maar goed, het is toch. Toch netjes. U was aan de beurt en dan bent u aan de beurt en dan heb ik hier weer een liefhebber. Ik ben een belangstellende. Tot nu toe heb ik gehoord Hongkong en Taiwan als brandhaarden. En mogelijkerwijs is ook de Zuid-Chinese Zee in die sfeer te vinden. Die is even zijdelings aan de orde gesteld door twee van u. Maar die zou ik even centraal willen stellen. Want die Zuid-Chinese Zee, daar gaat ruim meer dan de helft van de Chinese importen gaat via de Zuid-Chinese Zee. Dus lijkt mij logisch dat de Chinezen daar echt wel wat in de zee te brokkelen willen hebben. En dat is dus een probleemveld. Maar het lijkt mij dat het Westen samen met de Asian-staten toch in staat moeten zijn om China in deze ruimte willen te kunnen zijn, zodat zij als het ware wisselgeld creëren om elders weer iets terug te nemen. Ik vraag me af wat u daarvan vindt. Oké, dat is een tamelijk specialistische vraag rond de Zuid-Chinese Zee. Maar toevallig was in ieder geval Frans Paul op een conferentie vorige week die daarover ging. Dus die zou er zeker wat over kunnen vertellen. Maar misschien ook interessant om de mening van de politici te vernemen. Is de Zuid-Chinese Zee wisselgeld? Ik wil er wel wat over zeggen. Ja, we hebben ook vanmiddag les gehad over China in de ronde tafel. Daar kwamen ook de zorgen aan de orde die er op dit moment zijn in de Zuid-Chinese Zee. En die zorgen liggen niet bij China, maar wel bij Europa, ook bij de Verenigde Staten en ook bij een aantal landen rond de Zuid-Chinese Zee, niet zijn de China. Daarom zou ik mijn pleidooi willen onderstrepen om meer relaties ook aan te gaan op het zuidelijk halfrond. Want we doen eigenlijk veel te weinig met een groot land als Indonesië, veel te weinig met India, misschien ook wat te weinig met Australië. Terwijl zij dezelfde discussies hebben met China als wij. En dan gaat het ook over blijven onze vaarroutes op de Zuid-Chinese Zee voor Europa evenzeer open als dat die vaarroutes open blijven voor China. Ja, oké, dank. Hebben jullie iets over te zeggen of zeg je van nou, dit is prima en...
Het kan hoor. Het is enorm. Het is een soort een tripartisan gebeuren hier. Dus de verkiezingen zijn nog ver weg. Misschien 10 seconden. Okay. Ik ben het helemaal eens. We moeten zorgen voor een gesloten front. En dan in dit geval niet alleen met de Verenigde Staten, maar inderdaad met al die landen die er omheen liggen. En anders ben je kansloos. Dat is inderdaad, denk ik, verschrikkelijk belangrijk. Dat we zitten met al die landen nog in een soort postkoloniale verhouding. En dat is dood en doodzonde. Want die landen die delen voor een belangrijk deel onze zorgen. En die hebben regionaal natuurlijk een hele andere invloed dan wij ooit daar zullen hebben als EU. Mag ik tenminste hopen. Er was daar een meneer in een witte overhemd. Die gaat nu een vraag stellen. Meneer in het witte overhemd. Ik wil er nog niet op staan. Goedenavond. Hallo. Ja. Goedenavond. Mijn naam is Stan. Ik heb een kleine anderhalf jaar in China gewoond. En ik werk momenteel in Aalsmeer. Ik verkoop bloemen aan Chinezen. En als ik aan China denk, dan word ik een beetje nerveus. Ik neem aan dat jullie allemaal weten wat het sociale kredietsysteem is. Dat ja, in China nu ja. Geïmplementeerd is. En verder uitgebreid wordt. Waarbij in feite de Chinese overheid de bevolking monitort. En een score toedeelt aan een individu waar vervolgens voordelen of nadelen bij komen kijken. Nu is er 2 weken geleden een publicatie online gekomen. Als het goed is de 27e, 28e van augustus. Van de Europese Kamer van Koophandel in China. Waarin staat dat de Chinese overheid per eind 2020 beoogt dit sociale kredietsysteem ook toe te gaan passen op het bedrijfsleven. Op nationaal niveau. En dit vervolgens uit te breiden wereldwijd. In het geval dat er buitenlandse zaken bedrijven zaken doen met Chinese bedrijven. Dus ze willen in feite de hele supply chain in kaart gaan brengen. Wat kan de Nederlandse overheid of Europa hiertegen doen? Want bij de implementatie of bij de uitvoering van dit systeem worden natuurlijk Chinese waardes gebruikt. Wat kan de overheid hiertegen doen? Ja. Dat is een tamelijk ingewikkelde vraag. Er wil nog iemand de vraag stellen. En die is toevallig cybersecurity specialist. En houdt zich ook bezig met het sociale kredietsysteem. Maar Rogier, daar wil je misschien nu niks over zeggen? Of wel? Meneer is Belg, dus die zijn ontzettend makkelijk omkoopbaar. Het is een zorgwekkende ontwikkeling die u aanstipt. Heeft ook te maken met de manier waarop China ook op andere wijze probeert Europese bedrijven in China te reguleren en te disciplineren. Nou, is over dat sociaal kredietsysteem is heel veel te zeggen. Dat is vanmiddag ook in de Kamer is dat gebleken. Daar wordt heel verschillend over gedacht. De vraag gaat natuurlijk politiek, wat kan Nederland /Europa doen om de belangen zodanig veilig te stellen dat ze niet slachtoffer worden van het kredietsysteem. Is dat nou ook iets wat in die level playing discussie misschien een rol zou kunnen spelen? Of is dit gewoon van een hele andere orde? Hoe zien de politici dat? Ja, ik zou als ik mag, want ik wil er graag antwoord geven, een vraag terugstellen aan Stan. Want je hebt in China gewoond. Zat je daar op de app WeChat? Zit je nog steeds op WeChat? Ja, kijk, als je het hebt over beïnvloeding en het waarderen via het kredietsysteem, zie je dat de WeChat-app, dat is een app, nou, ik zeg maar even kort, alle social media, inclusief bol.com, de reizigers-app, de NS-app, de Arriva-app, alle appen bij elkaar wat je kunt hebben. Alleen dan nog veel mooier dan alles wat wij hebben, in één app. Dus iedereen gebruikt die veel liever dan al dat gedoe, in dat minder mooie gedoe in Europa. En dat is wel een gevaar, want dat wil zeggen dat China via die app de interesses en kennis van jongeren ziet die wij in Europa niet meer zien, want ze zitten op WeChat en niet op die van ons. En ze waarderen de inspanningen van die jongeren naar de Chinese waarden en maatstaven en normen. Terwijl we de normen eigenlijk met China hebben afgesproken in die mensenrechtennotitie, praten zij vooral over die waarden. Amnesty International maakt dat verschil mooi. Dus dat zie je al dat het op individueel geval heel lastig is. Want jij wordt nu eigenlijk al door China gewaardeerd hoe jij het doet. Alleen woon je nu in Nederland, maar zodra je weer in China bent, kun je de gevolgen hebben en word jij gewaardeerd. En dan zullen we zien hoeveel coins je hebt gekregen van de Chinese overheid. Als het dus gaat om bedrijven, zullen we daar dus heel duidelijk het verschil moeten zien. Nou, heel leuk dat jullie andere waarden hebben, dat mag allemaal. Maar over een aantal
afspraken die we hebben gemaakt, bijvoorbeeld in mensenrechten, daar kun je op een gegeven moment niet over onderhandelen. En dat zullen we dan met die bedrijven af moeten spreken. Doen we dat alleen als Nederland, ja, dan heeft het geen zin, dan lachen ze ons uit. Maar kunnen we dat samen met Europa en misschien ook zelfs met de Verenigde Staten samen doen, ja, dan kun je wel echt het verschil maken. Oké, het is goed dat u dat sociale kredietsysteem noemt, want dat is nou bij uitstek een fenomeen waarin de visies in China en die in Europa helemaal diametraal tegenovergesteld staan. Arnie, jij hebt daar je opvattingen over. Ik zie dat Arnie er ook wat over wil zeggen en dan wil ik ook Rogier straks het woord geven. Kun je daar heel kort eventjes iets over zeggen waarom dat zo botst? Nou, ik zei in mijn introductie er iets over dat het voor een deel ook Chinezen een gevoel van veiligheid geeft. En dat komt ooit bij het ontstaan in China zoveel eerder dan bij ons. Is het online shoppen enorm gegroeid. En dat betekende dat mensen die iets verkochten moesten zeker weten dat ze betaald kregen. Mensen die iets kochten moesten zeker weten dat ze goede waar geleverd kregen. En dat was niet gegarandeerd in China. En dat betekende dat, zoals wij ook, we vertrouwen onze online verkoopsystemen. Maar we geven ook waarderingen. Binnen Airbnb geef je in Europa of in de wereld niet alleen als gebruiker een score aan de verhuurder, maar de verhuurder geeft ook een score aan of jij goed voor het huis van de ander hebt gezorgd. Dat is het begin van dat kredietsysteem. En dat heeft ermee te maken met dat er niet een erg groot vertrouwen was in een situatie waar enorm een enorme groei was in e-commerce. Dan wil ik niet helemaal in alle details van het sociale kredietsysteem gaan. Wat voor mij belangrijk is, is dat wij beseffen dat in het economische verkeer het niet met en in China het niet alleen maar over economische handelingen gaat, maar dat alles politiek is in China. En ik denk dat het belangrijk is als wij als Nederlandse zakenmensen of andere actoren, als wij iets met China willen, is het belangrijk om te beseffen dat politiek een hele belangrijke rol heeft. En dat is volgens mij de enige manier om op een gegeven moment duidelijk standpunten te kunnen formuleren, maar ook om tegendruk te kunnen creëren. Oké, Rogier, kun jij heel even kort misschien nog iets zeggen? Heb je daar behoefte aan? Anders gaan we meteen weer terug naar de zaal. Ogen glinsteren al. Ja, en ik ben niet alleen Belg, maar ook nog eens Belgisch-Limburg. Dus qua omkoopbaarheid. Nee, ik kan heel lang praten over het sociaal kredietsysteem. En dat ga ik volgende maandag ook doen. En wel op dit podium. Dus u bent dan allen welkom. Maar om een lang verhaal kort te maken. Het standaardverhaal dat we vertellen over het sociaal kredietsysteem dat we lezen in de media, dat het gaat over big data en alles wat de Chinees doet wordt door een of andere grote computer in Beijing tot een of andere score. Daar is een academisch woord voor en dat is onzin. Het is gewoon onzin. Zo werkt het niet. Hoe het wel werkt, daar heb ik 15.000 woorden over geschreven. U kunt die heel makkelijk vinden als u even googelt op mijn naam en het woord social credit. Als u ooit last heeft van slapeloosheid, gegarandeerd, na mijn paper heeft u dat niet meer. Maar het punt is dus, en dat leidt ook tot de korte vraag die ik wilde stellen. Ik heb mij nu al 4 jaar professioneel bezighouden met het sociaal kredietsysteem. En een van de grote problemen die ik merk is dat dit een belangrijk iets is waar wij het in Europa en Amerika consistent helemaal de plank misslaan. En nu wil ik absoluut niet zeggen dat China geen akelige dingen doet met IT. Dat doet het wel degelijk. Maar het verhaal China is wat mij betreft zo belangrijk dat we ons niet kunnen permitteren om de feiten fout te hebben. Staat er ook bij, het sociaal kredietsysteem, in de politieke zin, natuurlijk is alles in China tot op zekere hoogte gepolitiseerd, maar als het echt gaat over harde politieke vraagstukken, heeft de Chinese overheid wel andere, bottere en akeligere middelen tot haar beschikking om mensen tot andere inzichten te brengen dan wat het sociale kredietsysteem op zijn minst op dit moment is. Dus opnieuw niet om de Chinese regering wit te wassen, maar wel om een lans te breken voor, laten we tenminste nadat we dat 10, 20, 30 jaar niet gedaan hebben, nu toch eens beginnen te doen
ons huiswerk over China. Laten we nou eens China op zijn minst feitelijk goed hebben. En dat is dus ook meteen mijn vraag aan de overheid. Als we inderdaad hebben lopen slapen over China, om het even gechargeerd te zeggen, de laatste tijd, wat gaan we doen, concreet en specifiek, om ervoor te zorgen dat dat niet meer zo is? Oké, nou is... Nou wil ik geen flauw grapje maken dat het in België anders is. Maar in Nederland is het zo dat het parlement geen deel uitmaakt van de overheid. Dat noemen we dualisme. Maar goed, de vraag is toch aan jullie gericht. Wat voor concrete actie moeten we doen om ons huiswerk aan China op orde te krijgen? Nou ja, dat is... Kijk, dat begint natuurlijk met het feit, dat is, daar is geloof ik vanmiddag ook wel wat over gezegd, dat we ook als politieke partijen zeg maar moeten zorgen dat er bijvoorbeeld goed onderzoek kan worden gedaan en dat er wetenschappelijke uitwisseling kan plaatsvinden en dat er ideeën kunnen worden. En daar is, ik weet niet meer wie dat vanmiddag in de hoorzitting zei, maar dat zijn allemaal dingen die soms ook... moeizaam zijn op dit moment. Dus het is niet zo'n... Ja, weet je, het is een beetje... We proberen nu zo goed en zo kwaad als het gaat ons te informeren. Daarom zitten we voortdurend in hoorzittingen en debatten over wat er werkelijk afspeelt. Maar er is vaak ook niet zoiets als een absolute waarheid. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat uw appreciatie van het sociaal kredietsysteem door iemand anders weer wordt betwist. Die zegt van ja, nee, maar het is wel degelijk. Althans, dat gebeurt nogal eens. Ja. Dus het is ook een beetje misschien makkelijk om te zeggen, jullie moeten je veel beter informeren. Het zijn niet. Sorry? Het is een debat wat ik graag aan. Ja, nou, wij ook toch? Ja, mijn collega's ook. Okay, godzijdank. Hele korte reactie nog eventjes, want we moeten afronden. Het is al heel erg goed dat alle partijen nu een China-strategie hebben. Het is heel erg goed dat de overheid nu een China-notitie heeft geschreven. Ja. En dat is een goed begin. Het volgende wat ik u beloof is dat ik naar uw website ga surfen en die 15.000 woorden tot me ga nemen. Ik beloof niet dat ik dat vanavond nog ga doen, maar ik koppel u terug zo gauw ik dat gelezen heb. Martijn, kort. Ja, goed, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Dat je zegt van de politiek moet zijn huiswerk beter gaan doen. Ik denk dat we onderling elkaar hier niet moeten gaan afkatten wie wel en niet zijn huiswerk gedaan heeft. Anders had de universiteit ons wel eerder gewaarschuwd, denk ik, een aantal jaar geleden. Maar ik denk dat we allemaal nu al een tijdje inzien dat we daar echt iets van moeten vinden en daar ook iets mee moeten doen. En dat zullen we naar aanleiding van die China-strategie gaan we dat debat voeren. Mijn insteek, een deel daarvan heeft u kunnen horen, ook van mijn collega. Landbouw of niet, was het toch? Ja. En ik denk wel dat we ons sterk moeten maken. Okay. Nou, ik kreeg net geloof ik van jou dat er een enorme exportorder aan varkens richting China gaat. Dus dat moet toch bij sommigen van jullie een voldaan gevoel geven. Dit zou een mooie afronding zijn, maar ik heb toch het idee dat we misschien nog in de zaal... nog heel veel leeft. Ik ga 3 mensen het woord geven. Dat bent u dan. Dat bent u, eventjes ja zo. En dat bent u met de krant, zeg maar. Prima. En dan moeten we afronden, want anders gaat de bar morren. Heel erg bedankt voor deze kans. Mijn naam is Kanyan Wong. Ik kom uit Hongkong, maar in Nederland opgegroeid. En ik heb bedrijfskunde gestudeerd, maar ik beoefen ook de meditatiemethode Falun Gong. Ik denk dat dat bij jullie bekend is. 20 jaar vervolgd. Het is een meditatiediscipline. En sinds in juni 2000 dit jaar is er ook een China-tribunaal plaatsgevonden in Londen. Waarin de Sir Geoffrey Nice, hij was de voormalige aanklager van de Joegoslavië-tribunaal, tot de conclusie komt... dat orgaanroof bij Falun Gong-beoefenaars waarschijnlijk ook bij de Oeigoeren nog steeds plaatsvindt... en dat er geen aanwijzingen is dat het gestopt is. En als we dan kijken naar deze feit, hoe staan jullie nou, dan... Feit. Tegenover deze conclusie van het China-tribunaal... hoe staan jullie zelf er tegenover? Want in het beleidsnotitie wordt mensenrechten over het algemeen benoemd. Maar niet specifiek benoemd welke groepen dat zijn. Hè. Dat was vanmiddag ook voorgekomen. Maar
Is het niet zo dat wanneer Nederlandse bevolking ook op de hoogte zijn van wat voor concrete mensenrechten schending er in China plaatsvindt, dat mensen dan jullie meer begrijpen? Want ik ben geheel met jullie standpunten eens dat we naar de mensenrechten moeten kijken en dat er geen eigenlijk twee ideologie in één wereld kan bestaan. Ja, als het om Oeigoeren gaat, u noemt dat, dan bestaan er echt twee werelden in het land. Want je hebt de situatie van de Oeigoeren zelf, en die onderdrukt worden, geen vrijheid kennen. En dat ook komen vertellen bij ons in de Tweede Kamer, in een bijzondere procedure die ik mocht voorzitten. En je hebt de wereld van de Chinese overheid en de ambassade, die ons dan bestoken met brieven en telefoontjes dat de mensen die wij gaan spreken terroristen zijn en ze echt niet moeten geloven. En Xinjiang is een hartstikke mooie provincie waar je mooi op vakantie kunt. Dat zijn de twee werelden. Dat is echt een punt van zorg. En daar moet Nederland niet alleen om die reden aandacht voor hebben, maar ook omdat China via de Oeigoeren die in Nederland wonen, die Oeigoeren hier bedreigt. Via de telefoon, via mensen die ze op straat tegenkomen, zegt hey, jij moet mij nu informatie verschaffen over wie hier lelijke dingen over China zegt binnen jouw gemeenschap. En anders dan zet ik jouw vader die hier naast me staat, zet ik in een strafkamp. Dat gebeurt elke week. En dat is dus voor de mensen zelf verschrikkelijk, maar dat is ook als je het hebt over het feit dat een mogendheid op ons grondgebied zo zijn recht laat gelden, is dat ook heel erg slecht. En dan hebben we het over bang zijn voor inmenging van Rusland bijvoorbeeld. Maar dan is dit natuurlijk voor China vele en vele malen zorgelijker. Dus om die beide redenen, mensenrechten daar, maar ook de Nederlandse staat en overheid hier, is dat heel zorgelijk. Ja, oké, goed. Dank u wel. Ik moet het echt even kort houden. Ik krijg te horen dat ik nog maar één vraag mag laten stellen. En u zei, zag als eerst uw hand op, dus de vraag gaat naar u. Goedenavond, mijn naam is Mohammed. Ik heb een vraag over het Midden-Oosten. We hebben alles gehoord over Hongkong en alles. Maar hoe kijken wij aan die Chinese rol in het Midden-Oosten, in Syrië, Irak en Iran en ook? Die deelnemen en wederopbouw. Is het goed? Is het niet goed? Is het gevaarlijk of zo? En dan vooral in het kader van Belt Road Initiative, de verschillende investeringen eigenlijk daar? Eigenlijk niet zo. Zij zijn, de Midden-Oosten is alleen maar twee oertjes bij boot. Dus het is een beetje dichtbij. Hoe kijken wij aan die Chinezen? Die zijn echt aan de grenzen. Is het goed? Die zijn aan het? De grenzen. De grenzen, ja. Grenzen. En dan bedoelt u meer Centraal-Azië of echt het Midden-Oosten? Hier, echt het Midden-Oosten. Midden-Oosten. Oké. Okay. Ja. Frans Paul, wij hebben verschillende landen met investeringen. Ik weet niet precies waar u op doelt, eerlijk gezegd. Politieke invloed, hoe is de politieke invloed van China in het Midden-Oosten? Nou ja, dat is inderdaad wel een belangrijk punt. Want het Midden-Oosten is wel een regio die grenst aan onze eigen regio. En waar wij heel veel mee te maken hebben. En ook veel de effecten van voelen als daar problemen zijn. Wat daar gebeurt is dat de Verenigde Staten zijn rol aan het veranderen is. Minder invloed aan het krijgen is en ook minder betrokkenheid aan het tonen is en dat ruimte openmaakt waar China instapt. En China gaat daar een grotere rol spelen. Zonder nou helemaal in te gaan op het verhaal van wat China daar nu precies aan het doen is en hoe dat gaat, denk ik dat het belangrijkste daarvan is, dat betekent dat wij met China daarover moeten praten. We hebben daar een heel groot belang bij. Oké, goed, helder. Arjen, een hele korte aanvulling. Een heel korte aanvulling. Dat in de microfoon. Ja, dat gaat met name over Iran. Wat mij afgelopen week opviel, waren twee nieuwsfeiten. Ja, wel meer, maar... Eén was, Trump gaat toch niet met Rouhani spreken. En twee was, Iran gaat een heleboel olie aan China leveren. Ik weet niet of er een verband is, maar... Dat zou zomaar kunnen. Oké, goed. Dank voor je opmerking. Goed. Dames en heren, we moeten het hierbij laten. U heeft gezien dat er nog tal van vragen zijn. Ik wil twee opmerkingen maken. Dat sluit aan bij wat Bram zei. Het is mijn vaste overtuiging dat kennis een heel groot goed is, maar dat kennis over China maar een beperkte relatie heeft in de beoordeling van China. Volgens mij gaat het met China vooral om emoties, ideologie, politieke opvattingen en weet ik veel wat nog meer. Dat laat
onverlet dat wij natuurlijk als Klingendaal China Center, Klingendaal als algemeen het Leiden Asia Center, gewoon doorgaan met het volpompen van kennis en het voeren van debatten. Dat laatste willen we ook weer met de Bali voort gaan zetten. Wij spreken over 3, 4. Maar als ik de baaierd aan onderwerpen hoor die vanavond langs zijn gekomen, denk ik wel dat we een 20-delige cyclus gaan doen. Of we daar elke keer weer 240 mensen voor in de zaal krijgen, dat weet ik niet. Ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht en uw inbreng. Maar mijn erkentelijkheid gaat natuurlijk vooral uit aan de 3, 6 mensen die hier in hele hete lampen van het spotlicht staan. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Het is een lange dag geweest voor heel veel van ons. Dit was heel veel China. Er komt nog veel meer China op ons af. En zonder jullie inzichten en opvattingen zouden we dat allemaal vast niet kunnen bevatten en duiden. Waarvoor heel veel dank.